Hoi hoi. Welkom, welkom iedereen. Bij ja. Ondertussen de derde aflevering van ja. onze WSOP Squad podcast. <coughs> er is hier wat gebeurd, hè? A lot of epicness gezien. Ja, ja, inderdaad. In Antwerpen heeft gewonnen. <laughs> ah, ja, ja. Dat, heb en dat ik, uh, kan gezien. was wel vrij epic. Hè? Ja, uh, ik volg voetbal wel niet, maar dat heb ik wel opgemerkt. Ja, ja. Want ik woon ook in Antwerpen, dus uh, dat was. Uh, Qua getuige van dat. Ja, inderdaad. Mooie prestatie trouwens. Hier dat ik ook uh, zo voetbalmind ben, maar het was wel een. Uh, Leuke apotheose. Wat er nog zo epic gebeurd was. We hebben een back to back winnaar gezien in de wsp campagne Ja, de Maarten. Dat is ook een uh, ja, first. Amai. Vorig jaar hebben we al back-to-back... -back, allee, dat de heads up de, tweede, spelers, had het won. Uh, de ja. tweede, de volgende week won. Dit jaar hebben we dat de eerste de week eraan won. Dus de uh, Maarten, Meuten. De eerste uh, keer ooit dat iemand twee pakketten ja, ja. binnenhaalt. Ik denk het wel. Ja. Maar uh, ja, de wezen bij mij is geen re entry ja. Dus het uh, zal één pakket en één per of zo zijn. Of ja, ik weet niet wat ze gaan... Zult hem eens vragen als hij uh, in de studio komt uh, bij de winnaar? Inderdaad, wat dat de opties zijn daar. Hij heeft nu wel maar één uur coaching gewonnen met u toch? Of heeft hij het nu twee uur? Ah ja, ja, ja dat dus zullen we nog zien. Uh, als ze nog andere kandidaten hebben, uh, we gaan sowieso proberen om uh, hem uit te nodigen hier voor de interview. Met de als andere een winnaars, wilt, zoals we hier ja, Als ze hem wilt kunnen we ook nog uh, een coaching-sessie daaraan breien op de podcast. Dat zal wel interessant zijn, denk ik, voor iedereen om te zien. Ja, en ik kan ook nog altijd satelliet spelen in Vegas zelf. We gaan het vandaag trouwens <laughs> hebben over de toernooischema's. Ja, beetje. inderdaad. Dus het onderwerp van vandaag is dus de toernooischema's van. Uh, in Vegas, dus niet alleen de WSOP speelt daar, maar ook heel veel andere toernooien. En daar gaan we een keer over lopen. Welke toernooien dat wij van plan zijn om te spelen daar. Um, en uh, ja, welke buy en dergelijke daar interessant zijn voor ons. Klopt. Um, maar we zullen misschien eens beginnen met uh, het belangrijkste toernooi: de <laughs> WSOP Main Event. Dat is de 10K. We eens ja, dus even het toernooischema bovenaan halen. Dus inderdaad, 10k buy -in. Weer zoals vorig jaar zijn er vier verschillende startdagen. Het schema is ondertussen aan het laden. Um, onder andere dichtbij het weekend van de 4th of July. Ik denk dat 4th of July vorig jaar dichter bij een weekend viel. Dit jaar valt dat net voor een weekend. Mm -hmm. Waarop er toch wel wat Amerikanen en zo ook veel verlof zullen hebben die, die week, denk ik. Yep. Um, voilà. Hier is het schema. Dus de WZP heeft voor elk van hun uh, toernooien zo'n een fischje, Waar dat dus volledig uitgelegd staat, wat de toernooistructuur is, welke dagen dat ze spelen en zo. Uh, levels, uh, chips. Lineestructuur. Ja, Linestructuur in. inderdaad. Ja. Voor de WZP is dat een vrij lange lijst <laughs> ja. voor de main event. En er staat ook altijd de winnaar van vorig jaar bij, hoe hij gewonnen heeft, dat is ook altijd wel tof. Ja, dat zal uh, weer 10 uh, miljoen zeker dit jaar. Ja, ik denk minimum. het wel. Uh, minimum. minimum. Ja. Allee, hopelijk houden ze het op 10 miljoen. En als er dan meer geld is, dat ze het meer verspreiden over de andere prijzen, ja. dat zou ook interessant zijn. Tenzij dat jij de B-Event zou winnen, natuurlijk is 2 miljoen extra. <laughs> ja, ja, ja. 12, of 12? Of een ja. andere pakket winnaars? Uh, we zullen nog wel zien. <laughs> Sidebeds are on. <laughs> ja. Um, ja, we hebben dus vier startdagen na elkaar. Um, dat was vorig jaar ook zo en uh, traditioneel is eigenlijk die laatste startdag de drukste. En je kunt zien dat als we eens naar dag 2 gaan, dat er eigenlijk twee opties zijn voor dag 2. Ofwel kom je uit 1A, 1B of 1C terecht in dag 2, ofwel vanuit dag 1D in dag 2D terecht. Je kunt in dag 2 niet kiezen. Nee, dus ah, als okay. je een van die eerste drie speelt, dan, dan kom je in deze dag in de uh, op 7 ja. juli de vrijdag terug okay. uh, voor dag 2. En als je de laatste dag speelt, dag 1D, dan kom je de, de zaterdag terug. De zaterdag. Yep. Uh, en Traditioneel is dus ja, die laatste dag de drukste, dat was vorig jaar ook. Uh, maar dat wil dus ook zeggen dat de meeste recreationele spelers dan komen. Ja, die willen natuurlijk iets compacter, iets minder lofdagen nemen om, om ja, dat te gaan spelen. Hè. Mm -hmm. die, dat bepaalt u start toch uh, al? Het feit dat vrijdag drukker is. Ja, ik denk dat ik den, uh, uh, den dan... Donderdag, donderdag, ja. ja, ik denk donderdag. dat ik, zoals vorig jaar op die donderdag, ga beginnen. Gewoon omdat er meer recreationele spelers zijn, denk ik. Mm -hmm. uh, maar we zullen nog zien met de andere toernooien of er wat overlap is. Uh, ja. Of niet. Um, dat is ook wel van belang natuurlijk. Want je, je hebt dan inderdaad een gat in je schema. Van één dag. Hè. Dus als je van op donderdag begint en je moet zaterdag terugkomen, is de vrijdag nogal moeilijk. Het om te doen. Je kunt volledig rusten. <laughs> Vorig jaar heb ik gewoon zo één dag toernooien dat niet te lang duurt gaan spelen. Ja. Uh, het heeft voor mij zelfs niet heel lang geduurd. Het was al gedaan in de middag dan. Dus ja, dan heb ik nog de rest van de dag om uh, op het gemak wat dingen te doen. of wat voor te bereiden voor dag twee. En zit je automatisch in het geld in dag twee? Of nee, dan dag dan twee is nog maar het uh, begin hoor. Uh, dit begin? is. Uh, ja, ja, ja. Dag drie. Op het einde van dag 3 pas uh, waren we vorig jaar in de money. Okay. Dus het heeft uh, even geduurd. Uh, ja. Je kunt ook zien, levels van uh, 120 minuten, 2 uur. Later registratie is nog tot op dag 2. Blijkbaar zelfs 2 levels dit jaar. En ze spelen 5 levels per dag. Ik weet niet wat exact hetzelfde is als vorig jaar, maar dus 5 levels van 2 uur, 10 uur play. Minstens twee uur aan breaks mee rekenen. Mm -hmm. Maar ik denk, denk wel iets meer. Hier is je zien wat voor breaks. Dat er zijn 20 ja. minuten voor elk nee, level. 70. En dan een dinerbreak van 75. Dus het, de dag zal wel lang duren. Ik denk dat op zich dat 12 wel, zijn. anders spelen wordt, als dit zo een beetje een marathonsessie is, Normaal als uh, een Ja, dag, uh, op de WZP zijn alle events marathons. Hè. Allemaal er zijn zo'n groot field. Als het als een eendaagse event is, speelt dat echt tot een de nacht vroeger. Mm -hmm. Uh, als meerdaagse events zijn, ja, dan, dan, dan zit je ook zeker 12 uur minstens per dag te spelen, waarschijnlijk meer. Okay. Uh, en de vorige jaren was er wat kritiek op dat dat zo lang uh, duurde. Soms werden, allez, werd dag 1 of dag 2 dan gespeeld tot 3, tot 4 uur s'nachts, terwijl je een dag daarna om 10 of 11 uur moest terugkomen. Dus dat is nou, eigenlijk ja. niet zo nice. Maar uh, blijkbaar hebben ze dit jaar wel wat aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld een Million Dollar Bounty daar. Mm -hmm. Uh, hebben ze dus uh, blijkbaar dag 2 of dag 1 al gebijkt om was het 12 uur of zoiets? Ze we waren wel al om 10 uur morgens begonnen, maar het was al wel om 12 uur dan gebijkt. Ah, ja. Dus op dat of moment handel, was er 5% ja. van de field of zo, nog maar over, denk ik. Ja, het, uh, het is ook altijd aan de de toernooidirecteurs om te beslissen van gaan we het verlengen of verkorten, ja, denk ja, ik. Dus ik denk dat ze wel wat geluisterd hebben naar de feedback van de afgelopen jaar. Allee, het valt nog te zien of dat, dat zich doorzet voor de rest van het. Uh, van de WZP, maar dat is ja. wel al een positieve evolutie, denk ik. Moesten ze dat, dat iets vroeger stoppen en, en desnoods een dag bij aanbrengen als de fields te groot zijn. Hè. Ja. Uh, als je daar toch aan een final table zit, die laatste dag extra. Ik denk dat veel mensen dat niet zo erg vinden. Uh, die, dat zijn grote final tables, langer blijven, uh, je hè? kunt uitslapen, je kunt nog even voorbereiden. Ja. Je kunt fatsoenlijk eten, Allee, dat, is, dat is wel belangrijk. En dat je daar voor sommige mensen een dag verlof of een vlucht voor moet herboeken, ja, dat, zal, mm -hmm. dat zal minder belangrijk zijn, denk ik, uh, ja. voor de meeste mensen op dat moment. Oké. Okay. Um, wat is er nog interessant om te zien? Ja, met hoeveel blinds heb je gespeeld? Je, je staat hier 60.000 startchips, dat is hetzelfde als vorig jaar. En de blinds zijn hetzelfde als vorig jaar. Dus je begint op 300 big blinds, direct met ante, dat is goed. Mm -hmm. uh, dat is echt een toernooispel dan daar je direct in terecht komen, maar wel nog heel diep. Dus je ziet pas op het einde van dag 1, dus na level 5, zit je nog op 100 big blinds uh, de, de, aan startstekken, Dus inmiddels ja. middelstack zal nog iets hoger zijn. Dus dat is echt wel deep stack poker. Uh, dat is heel goed voor de cash game spelers, denk ik, uh, om, om echt die eerste dag te gaan spelen. Dus is ook een uh, laat registratie tot zeven levels. Inderdaad, dus, dus tot in dag 2 kan je nog uh, registreren. Dus je moet de eerste dag niet spelen, in principe. Je kunt de eerste nacht volledig skippen. skippen ja. En dan gewoon dag 2 erin komen. Maar ik ja, ja. heb dat vorig jaar niet gedaan. Uh, ook al was ik niet zo heel goed. Nog 60 BB eigenlijk. Ja, dus meer zelfs. Hè. Dus uh, 60.000 gedeeld door. Dat was op level dag, 7 echt. Ja, als je ja. inderdaad maxlay terecht dan heb je, eigenlijk kom je aan level 8 terecht. Hè, waarschijnlijk. Ja. Dan, dan zit je nog op 50 big blinds. Dus dat is eigenlijk mm -hmm. nog heel ruim voor een toernooi. Ja. Uh, Elk jaar voor een toernooi is dat redelijk vroeg. als de startsec 50 big blinds is. Um, ik weet dat natuurlijk. er veel fans zijn van later recht. Vooral ook bij online toernooien. Is dat hier interessant? Uh, of, of nee, ik denk het niet. Ik denk dat het voor niemand interessant is. Tenzij, ja, ja, voor pro's is het niet zo interessant. Omdat zij veel handen willen spelen tegen minder goede spelers. En er is wel een hoog percentage minder Je goede hebt spelers. hebt op dag één. natuurlijk. Ja, en ja. ook omdat er geen re-entry mogelijk is. Dus als er een pro uitvalt, kan hij niet terug re-enteren. Mm -hmm. als, als dat wel kan, dan, dan verhoogt je eigenlijk het percentage aan pro's in de field, en dat is hier, ja, dat, er zijn wel x aantal pro's die in 10k event komen spelen, dus. Ja. Uh, dus dat valt wel goed mee. Ja, want voor echte pro's uh, 10K En voor recreationele ja. spelers, ja, zo, is het ook niet echt interessant dat je hem zo op max lay trekken, want je, je komt daar dan toch wel eerder voor de beleving, uh, denk ik dan, ja. en om handen te spelen. Uh, dus dan, dan kun je beter wel wat vroeger uh, registreren. Uh, het is gewoon een kwestie een beetje van je goed voor te bereiden op die deep stack poker in het begin. Dat je daar niet te veel uh, grote fouten maakt, want dat is ja, wat de pro's natuurlijk op azen. Hè, dat je daar uh, heel grote fouten gaat maken. Ja. Misschien in chips zijn dat niet, niet zo'n grote fouten, maar in big blinds kunnen dat wel heel grote fouten zijn. Als je te loose uh, een grote pot op begint te spelen. Ja, dat kan dat uh, beginnen doen in de toekomst. Uh, ja, ja, maar uh, allee, op zich, als je de helft van je stack zou kwijt zijn op die dag één of zo, um, allee, dat kan heel langzaam gaan, maar als dat in één pot zou gebeuren, of zo ja, dan een, ofwel is dat een serieuze cooler, ofwel is dat een serieuze fout. Het is heel moeilijk om, om, no. om zo'n gigantische pot te, te op te bouwen eigenlijk, uh, zonder dat er iets vreemds is gebeurd. Eigenlijk. Dus uh, je moet je inderdaad wel heel goed opletten. Uh, dat is eerder de cash game. Uh, ja, een soort cash game dat je speelt daar op dat moment. Dus veel dieper, veel voorzichtiger uh, ja. dan in een ander toernooi. Al in gaan pros... is, is bijna onmogelijk op dat moment. Voor de meeste pro's is 10k ook niet echt het grootste bedrag van de buy dat, dat, dat Goh, Ja, Oh, wel. hoor, denk ik. Uh, op de 25? Maar is, ja, voor de online pro's en zo is 10k. Ja. Maar er zullen er wel zijn die dat op hun eigen bankroll spelen, omdat het een main event is. Uh, maar ik denk dat er ook heel veel gewoon actie verkopen. Mm -hmm. Dat perfect. Ja. Dat perfect kan en voor zo'n event. Dat is uh, een, een uniek event, echt. Um, ja, verder voor de structuur: twee uur levels. Maar uh, ja, ik heb het al op de stream verteld uh, gisteren ook. Je kunt nog altijd kaartout zijn in, uh, ja. in twee uur levels. Dat kan. Uh, zelfs als je vrij. Als de dealers vrij goed aan het spelen zijn, iedereen blijft wat speelt, kan, kan dat gebeuren. Dus, uh, maar het is wel gemerkt dat er veel ruimte is om te blijven spelen. Dus uh, ja, er is echt de ruimte om van alles uit te proberen. Om, om de tegenstanders goed te analyseren en zo. Want zij gaan ook veel handen moeten spelen. Ja. Um, Dan misschien even praktisch. Een buy-in zelf, en dus is een 10k event. Ik heb me laten wijsmaken dat je maximaal 10k ook aan cash mocht meenemen, dus het zou niet interessant zijn om gewoon een cashbedrag 10k mee te nemen en dan te gaan inkopen. Dus die andere optie die uh, eronder staat, uh, dat je online kunt inkopen. Ja, inderdaad hier. Ja, daar gaan we het straks ook nog over hebben denk ik. Ja, we gaan ja, het even kies kies hebben over de, de mogelijkheden. Ja. Uh, maar ja, voor de pakketwinnaars, die zijn automatisch die die geregistreerd. En je moet zelfs niet in de rij staan wachten voor uh, te registreren. Je kunt gewoon naar de, naar de extra helpdesk eigenlijk gaan. En uh, ja, ze moeten even controleren dat jij daar wel bent die daar Zo. komt spelen. En dan kun je gewoon aan de automatische ticketje gaan printen. Een fast eigenlijk. Ja, ja <laughs> inderdaad. En uh, ik heb hier een paar attributen mee. Nu dat we toch even over de mainbase zijn. Vanuit hm? Vegas vorig jaar. Een mooi. Vegas, teamed zakje. Oh, iconische bordel. Er zit nog een paar uh, souvenirs bij vanuit de main event. Misschien is deze wel de belangrijkste hier. Voilà. Ticketje. Allee, niet de belangrijkste, maar mijn ticketje van vorig jaar. Ja, met licht waar het dicht moet gaan, denk ik. Voilà. Ja, de focus zal ook niet. Het is nog in mooie staat, niet gevallen, of niet? Nee, nee. Ik heb er allemaal voor Ik heb er allemaal bijgehouden. Ook een beetje voor de boekhouding uh, fatsoenlijk te doen, maar. Uh, ja. Dat is wel uh, ja, dat is iets dat ik sowieso ga bijhouden voor de rest van mijn leven, denk ik. Ja, dat is een ik. eerste ooit. Dus. Ja, inderdaad. En uh, nog een interessant attribuut. Cashout, out ons ik. Mij. Uh, nee, dat is niet de cash out nog niet. Dit is een, uh, de papiertjes die je zo in je, in je zakje steekt. Ja, op het einde van de dag. Als je op het einde van de dag inderdaad backt en je chipcounter opzet. Mm -hmm. Dus uh, dat was op het einde van dag één. Hoe heb je dat gedaan? Zie je maar, met, met chipcount. 32.700. 32 en je begon met 60.000, dus het ja. zag er niet zo heel goed uit nee. op het einde van dag één, maar ik heb ook wel... Ik zeg het, ik was uh, vrij guarded. En ja. uh, vooral het vervelendste was dat mijn tegenstanders gewoon altijd zo hitten. Dus de combinatie was dan dat ik gewoon vrij... Allee, matige handen was aan het spelen, dat ik die moest bluffen. En dat zij gewoon altijd al. Ja. <laughs> of uh, dat ze gewoon altijd iets hadden en, uh, en dat ze dan begonnen reizen of betten zelf. Mm -hmm. Ja, dan is het natuurlijk moeilijk om, uh, om een stek op te bouwen. Dus, ja. uh, maar ik heb deze al al ik dat wel bijgehouden. Ik blij dat al een overleefd hebt. Ja, inderdaad. Daarom uh, dat ik het misschien dacht van ja, ik zal het nu al meepakken. Voor het geval ja. dat er nog geen zakje meer komt. <laughs> Spoiler-alert. Ever, die veel kerst. cash in ja, de ja, eerste. Er, er kwam dus nog een zakje. En daarna was nog een zakje. Dus uh, <laughs> er waren nog verschillende zakjes. Maar die heb ik niet meer bijgehouden. Toen dacht ik van ja, deze, deze is wel. Dit was ook mijn eerste. Dat is mijn eerste buy uh, ticketje en mijn mm -hmm. eerste zakje van de mensen mee Was dat uh, ook uw eerste toernooi dat je ge gespeeld hebt in Vegas ooit? Of had je ervoor nog Nee, Nee, toernoois? ik heb al een paar toernooien uh, gespeeld daarvoor. Ze ja. de kleinere. Uh, mm -hmm. Die gaan spittelokjes overlopen, die waren er vorig jaar ook. Ja. Uh, en dan hier, ja na drie dagen, alle, eigenlijk een, een drie dagen en een paar minuten. <laughs> dat is echt aftallen. <laughs> ja, ja, ik heb drie dagen gespeeld dan, Op het einde zat ik in de money. Uh, dus dan uh, ken allee. daar heb ik uh, Beruchte bubbelhand gespeeld met Ace King of the Bubble ben ik al in geweest. Mm -hmm. uh, die gaan we straks even reviewen. Of het goede bes beslissing was of niet? Ja, <laughs> of dat een goede beslissing was. Ik uh, ja, zou dat zelf ook wel weten. Dus dat is nu echt pas de eerste keer vorige week heb ik dat voor de eerste keer echt uh, nagekeken. Oké, okay, was, was dat wel een goede beslissing of. Uh, hoe zo lang gewacht toch? Daar schrik ik wel van. Ja, toen dat ik toen in Vegas alles. was, toen heb ik wel. Uh, allee, af en toe interviews en zo gedaan, maar die hand specifiek heb ik niet meer over. Uh, omdat dat echt zo'n specifieke uh, spot was. Echt een bubbel van een hele grote field waar heel veel mensen betaald waren yep. met heel diepe stacks. Ja, dat is iets dat ik niet in de andere dagen nog zou, zou terugkomen. Dus toen dacht ik, ja, ik ga dat nu even laten rusten en daar niet te druk over maken yep. dat dat nu goed was of niet. Uh, maar ja, het heeft gewerkt. Uh, de tegenstander heeft gefold. Ik heb een paar blinds gepakt en dan op het einde van dag drie waren we in de money. En aan het begin van dag 4, ja, uh, na een tiental minuten of zo, een paar handen al in geweest. Flipje. Het was wel een goede flip, want er waren al twee opens. Ik ging al in. En maar één van de twee had gekoald, Dus we lagen extra hmm. dat money voor nog... Ik had 15, 16 big blinds of zoiets. Uh, met... Ik vermoed pakken tens zei ik. Welke level zat? Goed genoeg. Welke level? Ongeveer. Uh, welke level... Pom, pom. Zou wel eens level 16 of 17 kunnen geweest zijn? Mm -hmm. Ah, ja, de camera stond nu nog wel een beetje klein. Dus hebben ze de... mee kunnen lezen hele, ja, we het hele uh, geen probleem. ze goed <laughs> alles kunnen lezen van uh, dag 1, dag 2 en zo? Ja. Oké. Okay. Uh, maar dus kort daarna, op het begin van dag 4, heb ik deze papiertjes dus gekregen. Dus uh, de payout, de 1192ste plaats. Op een groot van veld, toch ja, wel, hè? 1300 betaald en 8700, 8600 spelers. Ja. Uh, dus dat heb ik ook bijgehouden. En was echt een voilà. mincash of was het nog meer dan de mincash op die moment? Dat was nog de mincash dan mensen. Ja. Ja, ja, dat was. Uh... Alleen nog een paar honderd plaatsen, denk ik, tot aan de volgende en dat was dan 17k of zoiets. Ja, de PJM van 2k. Oké. Okay. Dus uh, 15k mincash gaat daar. Toch sterk? Ja, dat is goed. Hij heeft wel een beetje de. De trip gered, hè, want uh, voor de rest was het geen, geen vette van kistjes uh, <laughs> in de andere toernooien. dus uh, dat heeft alles uh, maar één positief. Goeie, als laten zeggen. Inderdaad, ja, uiteindelijk speelt je daar niet zo heel veel toernooien. Ik heb ook een uh, paar magneten mee, die hangen nog altijd met mijn frigo vandaag. Dus de 10k chip, dus, uh, vond ik wel mooi symbolisch. De uh, bijna van de main gebruikt je card protectors ook of niet? Echt? Uh, nee, nee, omdat nee. ik daar mee kunt uh, geven. Allee, ja. Als je daarop ja, let, je dat wanneer dat de mensen dat leggen, of, ja. wanneer dat de mensen dat op hun kaart leggen en zo, heeft vaak wel een belangrijke waarde. Ik zit toch ook stel. veel mensen die erop leggen en dan gewoon folden. Ja, maar de manier waarop en de snelheid waarop dat ze het leggen, mm -hmm. zijn allemaal dingen dat je informatie mee weggeeft. Dus uh, dat doe ik liever niet. Ik vind dat ook een beetje onnodig. Ja. Dus als je echt op site 1 of 9 zit, dan kan de dealer wel eens uw, dus je kaarten praten, ja. maar je moet gewoon ja, je hand erover leggen of, of die dicht genoeg bij u leggen. Dat is wat ik doe. Dan ja, dat is wel een moeilijke, want sommige mensen leggen hun handen soms op de kaarten en dan ziet iemand anders dat niet en dan gaan ze voor hun beurt gaan handelen. Ik heb de kaarten niet gezien, want die handen lagen erop. Dus is ah een, ja, zo. Ja, maar ja, dat is hun eigen, eigen schuld dan. Maar je mag ze niet helemaal verbergen natuurlijk, die kaarten, maar ja, meestal ja. Dat is een beetje pokeretiketten ook. Hè van die ja. chips, hoe dat je ze opstelt, je grote chips die ja, verstoppen bij je toestanden. Ja. Ja. Dus zeker ook voor online spelers. Er is een beetje poker-etiketten, misschien dat we ook gaan proberen om daar een klein toppen ja, te is... te breien. Misschien ja, we en gaan toch even een live poker, dus uh, ja. kunnen we inderdaad wel eens een paar dingen. En dan heb ik nog, ik had nog dollars over, dus uh, cash dollars heb mm. nog magneten, ja, ook nog op de frigo. Uh, ik heb nog één ding bij dat misschien wel interessant is. Uh, je bent Even geleden, Kesh ging komen spelen bij mij. Mm -hmm. Dat was niet zo goed gegaan. Nee, en, uh, nee, er, nee. Is er is wel een bad beat jackpot uh, bij, allé, bij mij thuis, mm -hmm. uh, die ik uitdeel aan uh, wie dat komt spelen en bad beats uh, krijgt. Maar ik heb die nog niet gekregen. Hè? Nee. Dat had ik was vergeten <laughs> toen. Dus uh, ik heb hierbij een uh, deck van de WZP, dat ik What? daar gekocht heb, dat echt gebruikt is geweest. Uh, nu niet in het jaar. Alleen, niet het jaar dat ik daar was, want ze gaan hmm. dat niet verkopen op, moment, ja. <laughs> op het moment dat die kaarten nog in play zijn. Maar dit is bijvoorbeeld 1 van 2017 en ik heb er zo verschillende van verschillende jaren. Ja. Uh, die zijn echt gebruikt volgens de verkoper. En ze hebben, die, ze hebben die dan ook nagekeken, dat er geen beschadigingen aan zijn, natuurlijk. Dus, zijn uh, die gemarkeerd zijn of zo. Ja, inderdaad. Uh, dus voilà. Het is wel uh, een zotboekske kaarten. <laughs> dus dat is er bij het pad bij mij thuis. Ik heb wel een paar ja. mensen die kunnen uitdelen. Jammer genoeg. Alleen ja, het is wel een toffe. Zeker. Voilà, dus dat krijgt jij van mij. Een cadeautje naar Vegas, alsjeblieft. Toch wel al iets gewonnen? Dan. Ja. <laughs> Super, dankjewel. Dan Ik uh, koester mijn poker, uh, ja, hoe noemt dat? Reliquie. Met al mijn ja, ja, ja. Ik ja. <laughs> ja. denk dat nou, elke poker uh, een schabbeke in zijn huis heeft, van trofeeën ja, of niet. Ja, dat de frigo, met de foto's en uh, mijn eerste pijoutingsgenieren. Dat da, da, da hangt er ook altijd op. Nice. Met een is... Dus... Hopelijk komen er van die jaar magneten bij. Ja, inderdaad, dat zou wel tof zijn. Uh, heel die frigo vol met ja. van die cashkaartjes en uh, magneten. Ja, ja dat is, uh, zou de moeite zijn. Pak je dan mee als geluksbringer of gelooft hij niet echt zo in geluksbringer? Uh, nee, ik ga dat nu niet terug mijn Avegas mee naar Vegas meepakken. Uh, zijn er dingen die je meeneemt? Toen gezegd van dat moet ik altijd hebben of ik kan niet spelen. Uh, nee, filmen. niet echt. Nee. Uh, ik ga gewoon mijn laptop meenemen met al mijn. Pokerbestanden mm -hmm. uh, en zo, op, met mijn strategieën yep. en zo mee, met mijn software, dat ik alles kan... Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is gewoon dat ik daar eventjes kan opwarmen soms. Uh, zoals ik dat soms online ook doe als ik een online sessie begin. Yep. Dat ik gewoon eventjes uh, handen opwarm en tussen de breaks af en toe eens iets opzoek, of, uh, of na de sessie als ik wat tijd heb en nog hoesting nog heb om mijn handen te, te reviewen, om te zien je dat je ik daar dat speel. Daar, uh, in het huis ook wel een paar handjes gaan reviewen. Zeker, zeker. Ja, er zijn wel genoeg mensen aanwezig die uh, graag wat over leuk. pokerstrategie praten, wat dus uh, <laughs> daar zullen we wel wat handen gereviewd worden, inderdaad. En David komt ook mee, hij doet ook graag, dus uh, ja. voilà. Uh, ja, dus dat, dat was dan een beetje de main event. Er zijn natuurlijk hm. nog veel andere events. Uh, er zijn nog er is nog meer bracelet's te winnen. Ja. Er is een beetje een highlights uh, gemaakt door WZP. We gaan eens dus even inzoomen hierop. Dat kan mm -hmm. wat dan nu de belangrijkste events zijn van dit jaar. Van de eyecatchers, dat is er zelf een uitgenomen. Ja. Op de officiële website van WSOP. Ja, op de WSOP. Dus deze hebben ze al vrij lang geleden gereleased, voor het eigenlijk volledige schedule gereleased. Mm -hmm. En op basis daarvan had ik al de data vastgelegd van wanneer dat we nu gaan. Mm -hmm. um, maar we zullen eens kijken, we hebben ondertussen de Mystery Millions gehad. Hè? De, dat is een gigantische field geweest. Blijkbaar ja. was dat een van de grootste fields ooit voor een 1K buy-in. Er ja. <laughs> waren niet één, maar 2 miljoen, 2 uh, nee. van 1 miljoen. Uh, twee Mystery, Mystery Bounties, Bounties, sorry, ja. van 1 uh, ja, miljoen. Ja. Dus uh, dat Het was een beetje. Concept daar ook. <laughs> de mysteries. Ja, maar dat, uh, dat was echt de moeite. En uh, je ziet, er zijn een paar lage buy-ins. Eigenlijk zijn dit eigenlijk vooral lage buy-ins die. De, de highlights staan ja. waar ze echt wel de recreationele spelers mee willen aantrekken. Er is de Gladiators of Poker. Dat is eigenlijk de laagste bijen, denk ik ooit voor een bracelet 300. Misschien dat er online wel ook in die regio zijn er geweest. Uh, de Monster 1.5k. de seniors, ook wel elk jaar, waar dat, ja, mensen niet van mijn leeftijd Schrijf naar uitkijken. Ja, ik weet niet als ik het tijdens de stream even over gehad, maar het is alles sinds niet 65 plus. Het is iets jonger, 55 of 50, zoiets. speer kan zeker meedoen. Ja, mij. Die mocht al meedoen voor dat bestond, denk ik. Senior Championship. Dan zie je de Millionaire Maker. Millionaire Maker. Is dat ook met een Mystery Bounty of zo? Vorig jaar was dat, uh, maar ik denk dat ze het gewoon tegengetrokken uh, één hebben. Gegarandeerd voor de winnaar. Sowieso. Ja, ja, waarschijnlijk. Zal dat zoiets zijn. Ja. Uh, de Ladies' Championship. Maken dat heb zal... ook geen aanspraak op tenzij nee. dat we ons één dag identificeren als vrouw. Nee, als man mag je meedoen, maar je 10k betalen. Ah, dat is beter, dat is een betere optie. Beter? Ja, ah, ik weet niet of dat dan een betere optie is. Uh, ik denk dat het gewoon de beste optie is om de, de vrouwen en hun eigen event te laten spelen zoals ze willen. Die discussie uh, wel is gehad, hè? dat de vrouwen dat zelf ook niet echt plezant vinden, die aparte ladies' events. Ah, ik weet niet, ik heb wel al gehoord van heel veel uh, vrouwen, alle internationale en ook in de Verenigde Staten, uh -huh. uh, dat ze dat wel heel belangrijk vinden, die events. Op, omdat betekent... heel veel, omdat dat voor hun zijn eigenlijk de gezelligste events zijn, blijkbaar. Nee, helemaal niet. Voor de vrouwen? Wat ik heb gehoord van uh, ja, de vrouwen. Hier, dat is wel een grote tegenstelling met de. Vrouwen die hier komen streamen zijn, die zelf ook zeiden van dat dat echt geen aangename sfeer is onder vrouwen alleen die uh, ah. spelen. Ja. Ja, dat is vreemd. Ja. Dat is wel een grote tegenstelling dat we hier hebben. Ja, daar wel verschillende ervaringen Anyways, zijn. Maar blijkbaar in de Verenigde brengen. Staten is dat toch uh, ja. iets gezelliger dan. Ja, kijk, ze daar ja. wel altijd naar uit. En uh, dat specifiek dan dat, dat, dat de meeste vrouwen een, een periode op de WLP inplannen okay. hè, op de recreationele spelers en zo. Uh, maar dat is dus vlak voordat wij daar zijn. Wij gaan arriveren de 30 e juni. Dat zal de eerste startdag zijn van de Colossus. Ook een van de beruchte events. Ja. Uh, 400 dollar, gigantische field. Colossaal <laughs> Me place. Meer dan 20.000 uh, entries waarschijnlijk. Uh, misschien 25, misschien zelfs richting de 30. We zullen zien. Dat we spelen wel in meerdere casinos dan toch? In meerdere dat is allemaal in, in uh, Horseshoe en Paris, hè? Maar dat is inderdaad meerdere zalen. Hè. Maar, uh, ja. dat is, is echt een in één gezin zo'n zo twintigduizend mensen. Uh, entries op twee dagen, hè? Ah, oké. Okay. En dat, dat is ook al verdeeld. Daar is entries bijgerekend, maar ja. uh, er kan wel veel volk zitten. Hè. Mm -hmm. uh, ik denk dat geen onderschatting is als ik zeg dat er misschien duizend tafels zijn allef tegen de duizend tafels, misschien 800 tafels ofzo, dus Ik echt... Ik uh... denk ook dat trouwens Kenny Hallert er is een diepe run heeft ingemaakt. De Colossus, ja, er zijn wel een aantal bekende ja. mensen die daar al... Bijvoorbeeld uh... Ryan Dipolo, de YouTuber, mm -hmm. heeft daar een uh, groot deel van zijn bankroll opgebouwd. Ja. Een tweede of derde plaats voor 300k, dus dat is wel... Dat is een mooie Ergierig return een in. Ja, ja dat gaat uh, <laughs> De winnaar gaat daar echt mee heel veel bij ons Dus die spelen we sowieso. Hè. Ja, die gaan we sowieso spelen. Dus dat zal, ja, ik ga die niet spelen de dag dat ik aankom natuurlijk, maar een dag daarna. Mm -hmm. um, is dat ook een single entry of? Single entry per dag. Per dag. Dus, dus eigenlijk valt twee dat twee nog dagen. mee, maar dat is gewoon dat de pro's niet eindeloos ja. beginnen vuren. Um, Wordt wel dan worden, en dan worden ook de, ja, de, de wachtrijen en de registraties worden ook veel langer als je eindeloos entries ja. toelaat natuurlijk. Ja, dus, uh, dan uh, 2 juli, de mini-main. Ook wel tof, dat heeft zo'n structuur gelijk aan de main. Ja, iets minder diep natuurlijk, maar zo mm -hmm. parallel misschien dat ze maar levels van een uur zijn dan of zo. Maar ja, dat zijn nog altijd die diepe structuren. Dat is 1k bind, dat was voor vorig jaar ook. Ook meerdaagse zien. Dat event. is wel tof, ja, inderdaad. Twee of drie dagen. Waarschijnlijk wel drie dagen, we zullen het zoiets in detail bekijken. Uh, dan 3 juli, zoals we net hebben overlopen. Start dat is de eerste startdag van de main event 10k. En uh, wij gaan er nog zijn tot, uh, ja, we gaan er twee weken zijn. Dus we gaan ook nog kunnen de Lucky Sevens meepakken, die was er vorig jaar ook. En Toen was dat op een totaal andere dag, maar nu is dat op 7-7, dus op 7 juli. Dat is toch wel epic. Ja, Vorig jaar hadden ze dat niet gedaan. Iedereen had zo de vraag van, ja, waarom is dat niet op 7 juli? De eerste startdag, dat begon dan op 8 of 9 juli, de eerste startdag of zo. Dus, voilà, de 7-7-7 met 7-7-7-7-7-7 guaranteed voor de winnaar. Mooi. Ja, dus dat zijn... Daar liggen mijn verwachtingen bind, heel hoog. Zeker? <laughs> voor 1000 bijen zeker. 100 bijen. Ik heb er een goed gevoel bij, bij 777. Ja, ik heb er toen heel van bullets in geknald. Dat was uh, ja, geen succes. Nee. <laughs> maar de fields zijn inderdaad wel soft bij die, bij die events. Mm -hmm. uh, wel bij die lucky 7. Als je zo naar het einde van de WZP gaat, ziet je wel dat het iets pro-heavy wordt. Ook al, ook al zijn er al wat pro's naar huis terug, die, yep. die al uh, na de main event de beste naar huis gaan. Ze, ja, die zitten daar al anderhalve maand. dat ja, is of, al uh, bezig trouwens, hè nu. Ja, ja het, is, het is al bezig ondertussen. dus uh, Het is wel uh, heavy natuurlijk als je een maand en een half lang uh, alles wilt spelen. Mm -hmm. En dan hebben we nog de Ultrastack. Ik denk dat dat nog één is die we wel net kunnen meepakken, maar ik ben niet helemaal zeker. Want natuurlijk, onze vlucht terug is op de 14e. Hij komt de 14e terug? Voor mij, ja. Hij komt de 15e terug. Ah ja, voilà. Ja. Dus jij zou die misschien wel nog kunnen meepikken. Ja. De Ultra stack. En ja, de closer dat zal uh, niet meer uh, voor ons zijn, want ja, als je dan toch dag 2 haalt, ja. Uh, en je moet dan uh, vliegtickets boeken en uh, hotel bij een dag bijboeken en zo. Ja, dat is nou wel ja. ongelooflijk veel stress natuurlijk. Uh, dat, zou ik, dat zou ik niet Ideaal. aanraden om zoiets uh, uit, te, uit te halen. <laughs> nee. uh, maar dus je kunt dan ook het volledige schema bekijken van de dat WZP. Zijn de, de highlight events deze. Ja. Inderdaad. Het is aan het laden. Voilà, op gewoon de website van de WZP Tournament Schedule. Een hele lange lijst. Hoeveel events hebben we in totaal dit jaar? We kunnen eens kijken naar de nummer van de laatste. 95. Dat is super turbo-no-limit. Dus zeker 95 events, maar er staan, ja, niet elk event heeft een nummer, denk ik. Een klein beetje. Ik zag daar twee dingen staan die leuk zijn: uh, Horse, en een lagere baaien, of was dat enkel een Horse? 3000, die kan Horse. Duizend, horse. Heeft ja, hij terug? Misschien dat we de Sides. Zo'n <coughs> Ja, die luiden een Horse. We gaan eens bekijken. Ja. En de ShortTech, leuk. Shortek zit er ook bij tijdens de 600. Ah ja. Dat ga ik niet spelen, want dat ken ik niet. <laughs> 1,5K Shortek hier, inderdaad. Ja. De Players Championship gaat ook door. Ik denk dat dat een deze is, hè? Ja. Of nee, dat is gewoon een 5 k Dat is een high -roller. Roller, ja. De Players Championship zou ook wel in de periode van de main moeten zijn, dacht ik. Nou, die Hoe is dat niet. onder een hoort is te duur. is 25k. Ja. <laughs> Maar dus hier vind je alle events van de WZP terug en met een structuur bij. Dus als je hier op klikt, dan je ja. uh, die sheets per event te zien. Uh, dus dat bijvoorbeeld zou ik een zeker een doen. 777 kunt is pakken, dag 1. Flight ja. staat er juist open. Hier, voilà. 7. 7 juli. juli. Voilà, je kunt zien hier, dag 1 30 minuten levels Dus daarmee. Ja. Dat, dat is vrij snel. Maar dag 2 en 3 heb je al 40 minuten levels. Dus uh, ja, ze willen wel redelijk wat. Alle volk uit het event al op dag 1. Mm -hmm. Maar je bent wel normaal in de money al op dag 1, dacht ik. Okay. Uh, en je speelt dan al verder in de money tot een bepaald percentage van de field. Maar ik denk dat iedereen dan gewoon een mincash krijgt of zo. Op de, op die dat dan op het einde van de dag niet haalt, maar wel al in de money is of zoiets. Yep. Dus je speelt normaal gezien wel elke dag een bubbel. Hè. Dat was toch vorig jaar in deze event. Want je ziet 22 levels. Dat is tot het blind level 30k. En dat de startstek is 40k. Dus ja. Uh, ja. Dat gaat wel tot 10% van de field of 8% van de field of zoiets. Gaan ze, gaan ze spelen op dag 1. Dus dag 2 zal dan uh, met veel minder spelers zijn en veel rustiger uh, ook van Blinds. Ja. Uh, en dag 3, dat zal de final table zijn. Uh, ah, voilà, de winnaar het vorig jaar 777 dollar gekregen, voilà. deal Dealmaking not possible, want het meeste. Nee, moet ja, dat is een beetje vreemd hebben. aan de WZP. Die laten nooit eigenlijk dealmaking toe. Uh, Geen enkel toernooi? Nee, daar is ook oh, wel wat kritiek op geweest. En dat je eigenlijk dan voor deals te maken... Um, ja, dat wordt wel achter de schermen gedaan. Mm -hmm. En dat is ja, niet altijd even veilig natuurlijk. Mm -hmm. Het is veel veiliger als de deal wordt uh, door het ja, het bekeken altijd. door, door mm -hmm. de tournament director en, en door misschien nog een aantal andere personen. Mm -hmm. uh, die neutrale partijen zijn of zo. Dat ze kunnen nakijken Oké, okay, is het wel een eerlijke deal Um, onlangs toe. had een vriend van mij iets voor in Barcelona in een 1K. Uh, had die heads up een deal gemaakt en de tournament director had een fout gemaakt. Um, ze wouden ja, gewoon volgens een bepaald deel van het geld, ze uh, volgens de chips doen, maar het was bijna 50-50. En dan wouden nog spelen voor de overblijvende 10K of zoiets. Maar op een of andere manier hadden ze een misrekening gemaakt dat van die. We moesten 10k verdelen of zoiets hè, volgens de chips. Ja. Dat, dat de verdeling 2k, 8k was of zoiets. Terwijl eigenlijk de chips vanaf gelijk waren. Dus eigenlijk moest dat dan ja, 6k, 4k eerder zijn. Mm -hmm. Dat was een gigantische fout. Alle gigantisch, ja, ja eigenlijk wel. Een fout voor uw vriend. Ja, ja, inderdaad. Dat was het nadeel van mijn vriend. Ja. En uh, ja, dat was ook in het midden van de nacht. En natuurlijk, ja. Dat is zelfs met tournament erbij, kan zoiets al mislopen. Ja, als je je is dus... al een beetje een hype zodat je heads up zit. En dan, ja, denk dus je dus dan is dat eigenlijk wel geregeld, uh, getekend ja. af en de fout is gebeurd. Ja, ja. ja inderdaad. Blijven, ze hebben hem wel achteraf gecompenseerd. Ze hebben hem uh, buy in en uh, pakket gegeven voor uh, een volgende stop mm -hmm. van uh, die toernooiserie in een uh, ander land dan. Dus ze hebben wel uh, proberen de fout recht te zetten. Wat wel, wel goed is, maar het op het opletten geblazen. Ja, inderdaad. Dus zeker als je. Ik zou zeggen, raadgeven als je die deals moet geven, uh, als je zo'n deal in zo'n situatie zit waar je een deal moet maken, uh, zowel live als online. Bel gewoon met iemand die meer van poker kent dan u. Of zelfs gewoon, dat hoeft niet, maar gewoon iemand die even mee kan natchecken. Nee. Kloppen die getallen wel? Is dat wel logisch? Nee. Uh, Voordat je uh, echt de deal zelf sluit. Hè, want Klopt. Je zit daar dan ja, al een hele nacht, te allee, niet al een hele nacht, je zit daar misschien al vier, vijf dagen te pokeren. En op dat moment gaat het om vrij veel ja. geld. Je zit al lang te spelen, het is laat. Ja, het is best dat je even een vriend erbij haalt die, die dan even je ja, alles nakijkt, denk ik. Dat, dat is sowieso gewoon iets... Gewoon even dubbelchecken. Ja, inderdaad. Het. Dat is sowieso iets dat wij ook doen voor onze vrienden altijd. Ja. En dat wij ook altijd aanraden van, belt ons gewoon op. Dus nooit belt ons wakker om het even te laten, allee, laten nakijken allemaal. Mm -hmm. um, dus ja, de dealmaking is niet mogelijk op... bij de WZP. Dus, de de toernooienstructuren zijn vrij top heavy. Uh, vaak, de PL-structuren, maar ja, dat moet je... Dat weet runen... je natuurlijk, dat weet iedereen, hè, dat dat zo is ja. op de WZP. Dus, uh, dat da hoort erbij bij het spellen. Je moet daar maar mee kunnen omgaan. Om uh... nog even op die dealmaking terug te komen. Je hebt vorige keer dat, uh, die site getoond voor die uh, variants in toernooien. Een beetje mm -hmm. te duiden. Ja. Je hebt ook al die icm toestanden kunt ingeven denk ik. Ja, inderdaad, je kunt dus een deal maken. Uh, ja, hangt er vanaf mee wat je ook bent. Maar als je mij, er zijn verschillende mogelijkheden voor deals te maken ja. die courant zijn. Uh, de meest courante tegenwoordig is uh, volgens ICM, dus volgens de Independent, independent Chip Model, chip. Ja. was echt zoveel chips is zoveel geld waard. Dat bevoordeelt de shorter stacks, want de shorter stacks kunnen altijd nog winnen, hè? Ja. Als ze wat chances hebben, uh, die zijn niet helemaal afgeschreven. Het is niet dat omdat je de shortste stack zet, dat je de laagste plaats moet uitbetaald krijgen. Nee, je krijgt wel iets hoger. Mm -hmm. En dat benadeelt op die manier ook de chipleaders. Niet omdat je chipleader zei dat je altijd de eerste plaats gaat winnen. Uh, dus de chipleader zal niet evenveel uitbetaald krijgen als de eerste plaats. En misschien zelfs niet als de tweede plaats, afhankelijk van hoeveel. Er komt plaats 1 en 2, de PO's dichter bij elkaar ook. En wordt er nog gespeeld voor? Dat hangt er af. Ja, je dan kunt elke deel maken dat je wilt, normaal ja. gezien. Of je nog voor geld wilt spelen of niet. Vaak online moet je vaak wel een bedachtje overhouden voor de winnaar of zo. <laughs> als je een deel maakt. Maar dat, hoeft, dat is niet in alle events zo. Ik heb zo in Namen dus, een deal gemaakt in een bounty-toernooi. Dus uh, we zaten nog heads-up. wat hadden alle twee redelijk hoge bounties staan. Op een bepaald moment gewoon gezegd: kijk, we pakken de bounties nu gewoon in onze zak. spelen we niet meer voor. En de prijzenpot delen door twee. En nog de trofee. En ik weet niet, 1k of zo. Nog extra. Ja. Dat was toen de deal. Ik was er wel blij mee, want uh, ja, het is meestal al laat. Hetzelfde wel, geld als dus je uh... die bounty kwijtgeraakt aan hem, is dat geld dat je mist. Dus ja, ja. Was dat was al mooi meegenomen en was dat een mooie payout. Ja. Dus okay. altijd beware voor for making deals. Ja, inderdaad. The Art of the Deal uh, lezen: dat de boek. Dat is ook zo'n ah, bekend boek? het is toch de art of the deal of zoiets. Oh, damn. Ik heb hem zelf niet gelezen, die maar. Je uh, <laughs> moet hem opzoeken. Ja, goed. We gaan even uh, verder doorvliegen. Uh, er zijn nog andere events buiten de WSOP. Uh, om die goed terug te vinden bestaat er een app uh, in Vegas. Superhandig trouwens. Ja, die noemt Poker Atlas. Die hebben ook een website. Die we eens even zullen bovenhalen. Op Poker Atlas staan eigenlijk alle cash games ook en toernooien. Uh, van de meeste casino's, denk ik. Op elk uur van de dag, in elk casino ja. waar mogelijk, staat elk eventje op. Dus, dus je kan schoonfilteren op range, ja. op uh, Cash Game, toernooien. Super handige app. Inderdaad, dus je ziet hier. Ik heb even naar toernooien gegaan voor Las Vegas. Misschien moeten we nog iets meer inzoomen dat het groter wordt. Ah ja. Uh, ja. Voilà. De area om 1 uur, 240. Lazio 5 uur, 160 uh, en dan... Kun je die dus, helemaal uh, naar de Venetian gaan. Ik ga ook om eens de naar de Venetian eens gaan. De aanzetten, gewoon om te checken wat dat doet. Zo'n apply filter. Location. Location hè? Venetian. Dan okay, kunnen je niet kiezen tussen de strippen dan waarschijnlijk. Ah ja. ja. Dan game. Het zal per... Kun je niet echt ah, op hier soort ah, ja. Pokeroom. Het staat ja. al gesorteerd op Pokeroom. Dus Oké, okay, moeten naar onder gaan. naar de V VE van Venetian. Wat is er allemaal te doen? Blijkbaar op dit moment nog niks. <laughs> nog niet veel. Ach, niet veel. Ze maar de winnen even. en zo staan er wel bij. Dus, ja. uh, maar ja, bo, dus Poker Atlas, een heel goede app. Ja. Die ik daar ook vaak gebruikt heb. En ook voor de cash games staat er, staat er een waitinglist en zo. En ik denk dat je zelfs bij bepaalde rooms kunt je jezelf op de waitinglist zetten via de app. Het ging niet ter plaatse gaan. Ja, inderdaad. Dus uh, dat is wel uh, handig, denk ik. Mm -hmm. uh, wat hebben we dan nog? We hebben elk jaar heeft uh, Kenny Halaert, dus de bekende Belgische speler en toernooidirecteur, maakt hij zo'n heel schema van alle toernooien dat uh, er te doen zijn in Vegas uh, en die zet dat dan op Twitter. Een totaalschema. Ja, dat is dus, uh, al een aantal jaren dat hij dat doet. Ik weet niet hoeveel, maar iedereen kijkt er altijd naar uit, omdat hij dat allemaal op uh, een Google Doc zet en daar zet hij van alle casino's naast elkaar, alleen mooi in kolommetjes per dag. Mm -hmm. uh, die zet er dan links bij van de structuren en zo. Uh, dus dat is een bekende referentie eigenlijk dat iedereen uh, gebruikt. Ja, de, de samenvatting volledig plus extra info in één bestand. Ja, inderdaad. Dus op Kenny en Twitter kunt je de link terugvinden. Je uh, kunt hier scannen ze, voilà, van je scherm. Misschien kun je de link ook in de comments zetten. Van onze ja, er zijn nog wel links die we kunnen delen, maar je kunt ze misschien lezen ook op het scherm. Ja. Uh, en als je naar Kenny en Twitter gaat, gaat je het sowieso zo terugvinden. Dus je ziet hier per casino een uh, grote kolom en dan uh, links de datums. datums. En je kunt dan, als je hier gewoon een kopie van maakt, van die Google Doc. Dan kun je daar zelf alle bewerkingen doen. Dus je kunt alle binds eruit halen die je wilt. Je kunt de data eruit halen die je wilt. Je kunt echt helemaal mee aan de slag gaan. Zo heb ik dat vorig jaar gedaan. Maar ik heb dit jaar nog een betere spreadsheet ontdekt. Uh, iemand heeft van zo'n soort website waar je zo spreadsheets kunt filteren en zo. Mm -hmm. Zo wat Excel-achtig. Uh, blijkbaar een zekere Kim Unger. Een vrouw die alle toernooien erin heeft gezet. en die heeft zelfs meer data erin gezet. dan Kenny Hallaard eigenlijk voorhand had. Die heeft bijvoorbeeld ook bij alle toernooien erbij gezet. al wat de reek is en zo. De reek above average, ja. De... En die heeft dan <kwijnt> dat ingegeven in, de, in die website. waar je automatisch die filters kunt toepassen. Dus je bent niet gelimiteerd op die filters van Excel. en je moet niet met Excel te kunnen werken eigenlijk. om dit eigenlijk te, fatsoenlijk te gebruiken. Ja. Uh, dus als we hier een keer kijken dat dat eruit ziet, uh, dat is op de website tableau en als je daar de naam zoekt van deze site uh, van ja, deze deze sheet of, of ja. de naam van uh, de creator Kim Unger zullen je deze wel terugvinden. Zou is ook al een uh, mooi kaderje van boven als je alle events speelt. Je kunt hier direct filteren dus bijvoorbeeld de data en je kunt hier ook zien hier staat een kalenderje met hoeveel events dat er zijn. Uh, op welke dag ja. gepland. En dus je ziet, wij komen aan de dertigste, eigenlijk de eerste praktisch, dat we kunnen beginnen spelen. Dus van 1 eerste mm -hmm. tot de veertiende. En je ziet, de eerste week is er eigenlijk nog veel meer events te doen dan de tweede week. Dus dat is iets waar we dan kunnen zeggen in de planning van ja, als we iets willen doen dat niet poker gerelateerd is, dat dus zou waarschijnlijk in de tweede week uh, wel een goed moment zijn. Uh, en hier zitten ook <laughs> allemaal filters, buy filters. Casinofilters. Blind hoor. levels. Als je alles zou meespelen, zet je 1.571.850. bij ja, Dat staat hier. Uh, je inderdaad alles wat hierin uh, ja. nee, Dat zal wel heel moeilijk zijn om op je drie plaatsen spelen, tegelijk nee. uit uh, de multitabelen. <laughs> dat zal moeilijk zijn. Uh, je ziet hier ook een uh, vergelijking van de reik en je kunt zelfs al filteren op wat de maximum reik is dat je zou willen spelen. Dus. 0%. Ja, dat gaat er niet <laughs> jammer genoeg. Uh, maar ik het dus inderdaad, als je alle hogere rake events is dus boven de 17%, is, is eigenlijk een, wel hoog gewoon om te weten, de hoogste? Kun je erop klikken? Ja, de hoogste. Dat als is je op je de bolletjes klikt, hoogst. komt er ik... niets op? Dat weet ik niet. Ja. Bounty... In de gold budget, oh, ja, <laughs> Als je inderdaad lagere binds speelt, die dealers moeten natuurlijk ook betaald worden. Ja. Er gaat een groter deel van je buy-ins al naar, mm -hmm. naar de delers moeten gaan. Hè. Dus dat is wel logisch als je de lagere buy-ins speelt dat de reek procentueel gezien uh, hoger is. De laagste reek is. De, de main laagste event, reeks. Nee, ik. de main event zit hier ergens op 6%. Okay. Uh, ik vind hem niet direct terug, maar dat zou hier ergens moeten zijn. 6 of 7% uh, is de main event. Nou, en de onderste? Uh, 250k high roller met 1% rake. Het is een satellite naar de 250k high roller, dus Beide de edges 1, zijn dan wel dan heel ja. klein in zo'n ja. zo 25k turbo's. En de 250k super high roller, deze is dan 0% rake, maar dat is misschien niet helemaal juist. Is het 250K <laughs> dat bij lijkt me straf om dan echt 0% rake te hebben. Maar een milestone satellite. Ja en hier ook een satellite, maar wat ja. de buy in 10k is, ja. Dat is inderdaad, de edges zijn klein, er zitten veel regulars die proberen in die 100k terecht te komen voor 10k. Ja. Dus uh, dat is logisch dat de reek lager is, anders zou niemand die gewoon spelen. En ze willen ook wel dat regulars, niet, niet alleen de super high rollers, is echt de super pros in die events terecht komen van 100k, mm -hmm. ze willen ook de, de subtop en de, de gewone ja. goede pros ook een kans geven, omdat dat ook... Erin te raken. Ja, de, de fields de groter gegeven. maakt, de ja. guarantee groter. Uh, allee, dat is, ze willen. En ook recreationele spelers met heel veel geld. Die misschien niet 100k willen leggen, maar misschien wel proberen voor 10k erin Zoalsje te geraken. Pakken, ja. voilà. dus, uh, Belangrijk ook, average risk zit er ongeveer op 16 à 17 procent. Ja, dus als je andere dus, average wilt spelen, maar op de WZP is het meestal wel goed. Dat is allemaal goed Natuurlijk in de lagere buy-ins zult je richting de 17 procent, 18 procent gaan, zelfs de WZP. Maar dat is ja, iets normaal, dat zit je hier in, uh, in Europa ook. Het is net een leuke dat je er aanklikt. De, de 5k, 600. Ja, met een bind is 85. Naar VFK. Ik wil die even noteren. Die zeker. Ah, ja, die, die 27 ik, uh, juni. 27 juni, maar die zal wel meerdere dagen spelen, zo, die satellites. Daar kom ik net aan, 27. Als ik daar om 19 uur ben, kan ik ah, okay. al een setje spelen. <laughs> VFK. Dat ga ik niet doen de dag dat ik aankom iets spelen. Zo, dat ga ik helemaal uh, jetlagged en zo. Je wint een paar uur. Nee, nee, je verliest uren aan, aan, ja, aan dat is, slaap. Dat is en mindset. Dat is mindset. <laughs> dat is mindset, ja. Dat is inderdaad. <laughs> Dus ja, deze zou ik echt aanraden om mee aan de slag te gaan. Ik ben hiermee begonnen, heb mijn filters ingegeven van alles wat ik mogelijk wil spelen. En ik heb dan alles geëxporteerd naar een Excel om daar nog verder in detail. En dan kun je ook gemakkelijker de berekeningen doen, de binds optellen en zo. Ja. Um, dus met deze ben ik hier eigenlijk aan de slag gegaan dit jaar. Uh, Oké, okay, makkelijk. En dan komen we op het punt dat we misschien eens kunnen tonen hoe dat die voorbereiding er concreet uitziet dit mm -hmm. jaar, waar ik van plan ben om allemaal te spelen uh, en hoe dat je nu een beetje kunt zien, van, ja, je, uh, dat je de boom door het bos kunt zien, bij wijze van spreken. Yep. Um, mm. Ik heb dat dus eerst zo a, ja, gekeken welke binds zijn voor mij realistisch zijn uh, en welke niet, welke data zijn ben ik daar. Hè. Yep. Uh, zo ben ik begonnen. Oei, ik kan hier precies niet op zoomen. Op control plus misschien. Kun je misschien... Ah, oké, okay, voilà. Excel skills. Ja, ja maar. Ik vind <laughs> ja, hier, soms is het, is het, he, raar, het he, te zwart. dus nee. het uh, raar voilà. Ik denk wel duidelijker is zo. Uh, En dan ben ik. Dus eerst heb ik gewoon die filter erdoor gehaald heb ik dat allemaal in de Excel gesmeten. Dan ben ik even wel manueel door alle toernooien gegaan om te zien uh, welke nu effectief interessant zijn en welke niet. Dus ik heb alles in het mm -hmm. geel gemarkeerd dat ik interessant vind en waar mogelijk, op dat moment ga ik dan zien of dat ik die uh, wil spelen of niet. Ja. Uh, en alle groene die ik gemarkeerd heb, dat zijn events die ik sowieso uh, op 100%. mijn lijst staan om te gaan spelen. Ja. Uh, als het kan. Hè. Als het niet kan, dan, dan, dan skip ik natuurlijk. Ja. Uh, maar we zien bijvoorbeeld de Colossus, onze eerste dag, de twee flights daar. Die staat sowieso groen. Natuurlijk, ja, als ik de koolstof zal spelen en ik zit daar een hele dag in, ja, dan zal dit allemaal buiten het schema vallen, natuurlijk. Maar ja. moest ik busten, beste? Dan kan ik gewoon zien in het schema mijn gele lijst en kijken waar heb ik zin in heb. ik nog zin om te spelen? Uh, naar waar moet ik gaan? Uh, want je ziet hier niet alleen de WZP staan, maar ook de Venetian, MGM Grands, Orleans, uh, The Win. Dus ja, alle, alle casinos staan hierbij ja, in. Ik wil overal wel eens. Misschien er één nog in zit, ga er een ander niet kunnen doen. Nee, inderdaad, dus. Uh, maar ja, op basis hiervan heb ik al een eerste... Uh, allee, hier ben ik dan wel even manueel doorgegaan en even alle toernooien gemarkeerd die ik zou willen spelen. Mm -hmm. Ook een beetje voor mijn uh, stakers waar we het zoiets over gaan hebben, zodat zij ook duidelijkheid hebben over welke toernooien dat ik mogelijk ga spelen. Uh, nu om een beetje overzicht te houden van ja, welk, allee, je ziet hier toernooien van verschillende baan Alles tussen de. Ja, lagen tussen dus 250 en, en de 1K heb ik wat gemarkeerd. Dat zijn toernooien die ik echt ga, ga willen spelen. Um, hoe dat ik nu mijn, mijn pakket ga samenstellen voor mijn stekers en ook voor mezelf om een beetje duidelijkheid te brengen. Want ja, hier staan natuurlijk zoveel verschillende toernooien. Dat, dat, dat is moeilijk om een overzicht te krijgen over wat er nu allemaal uh, te spelen valt. Heb ik dat een beetje kleiner samengevat. Als uh, van verschillende buy-in ranges ja. uh, dus bijvoorbeeld uh, die heel lage toernooien, 100 200 De gemiddelde bijna weer 150 hoeveel ternooien? verwacht ik daarvan te spelen ja. misschien twee als ik een keer een avond voor alle voor wat lichter te spelen zo een avond of voor, dat we allemaal iedereen afspreekt om een keer hetzelfde te gaan spelen ook met een minder goede pokerspeler of zo ja. uh, om daar ergens naartoe te gaan. Ah, wel, dan verwacht ik, of een set dat wel lager is in buy dan verwacht ik dat te spelen. Uh, ongeveer, misschien twee keer of zo. Maar misschien ook niet. Allee, het mm -hmm. uh, hangt er dan Maar ik moet ergens een beetje een... Een, Leidraad uh, oh, een, een, schatting maken, een schatting maken, van wat ik nu wel wil spelen. Dan, ja, welke buy categorie heb ik dan nog? Zo tussen 250 en 500. Zowat de daily events die overal in de casino spelen, zowel op de WZP als de elders, die hebben dan een gemiddelde buy van 400. Ja. Uh, daar verwacht ik er ook een aantal van te spelen uh, maar er zijn ook heel veel daily events in de categorie eigenlijk daar net boven dus tussen 500 en 800 uh, dus 600 en 800 dollar events die, die een dagse event spelen, maar sommige ook meer dagen like de 777, dat is een meerdaagse event uh, die valt daar ook onder dus dat gaat dan eigenlijk zowel over kleinere events hier als over meerdaagse events Um, dus daar verwacht ik het meeste van mijn volume te draaien in die events. Hè. Mm -hmm. uh, dat is logisch ook, die, die meerdaagse events wil ik sowieso wel meedoen. Ja. Daar heb ik even uh, ja, op uitgerekend ja, wat dat maximaal aantal biens is dat ik daar uh, wil voor, uh, voor uitrekenen. Uh, dan nog één categorie hoger zijn de 1K's. Uh, daar ben ik niet van plan om er super veel van te spelen, maar ik wil wel de beste spelen, eigenlijk de mini main event. Ja. En misschien wil ik wel eens een keer uh, in de win zo een van die 1K's gaan meespelen. Dat zijn ook heel mooi, of in de Venetian, dat zijn ook heel mooie structuren blijkbaar. Ook al zijn dat eendaagse events, die duren wel vrij laat en zo. Dus ja. uh, en heel mooie fields altijd. Die garanties die ze daar geven, die zijn altijd, uit mijn ervaring van vorig jaar, gaven ze dan zo'n 75K garantie op een 500 dollar event of zo. Mm -hmm. Die garanties waren altijd mal 2 of mal 3. Echt? En op sommige in het weekend soms mal 4. Wow. <laughs> dus die duren wel veel langer dan ze... Ja. Dat voorspelt daarmee ook veel, veel, veel meer entries. Uh, dus zelfs die daily events, die, die, dat gaan echt goede Toen, fields zijn van 500 man misschien. En niet nie van 100 man, maar van 500 dicht. De structuur is dan wel goed. Ja, levels ja. van een half uur natuurlijk, want ze willen wel uh, maar veel, korter dan, ja, veel korter dan een half uur. Als je de hele dag gaat spelen, gaat je niet veel korter dan een half uur vinden. Als je enkel avond gaat spelen en je begint s'avonds, dan zullen het levels van 20 minuten misschien zijn. Ja. Dat dat laat begint. Ja. Wat nog altijd. ...redelijk is, maar dat zou ook geen 1K voor gaan spelen. Nee. Dus het uh, lijkt me logisch, erom. maar als ik uh, hoger in mijn bind zit... ...dat ik, dat ik ervoor zorg dat ik uh, meer kan spelen natuurlijk. Dat ik mijn edge die ik misschien heb, kan maximaliseren. Heb je nog specifieke satellite-toernooien in je gedachten of niet echt? Uh, ja, dus uh, onder, onder die toernooi die ik gemarkeerd hebt, ...zitten de dagelijkse satellites op de WSOP. Mm -hmm. uh, ze hebben enerzijds satellites naar de grote events zoals de main event. Wat zijn de stapjes uh, daar? Weet je, van buiten? Van ja, er zijn echt verschillende mogelijkheden om te starten. Mm -hmm. hè. Dus je hebt er in verschillende stappen, ik denk de laatste stap zal dan van 1k naar 10k zijn. Maar ja. om daar, er zijn misschien ook pijns van 200 dollar of ongeveer, ja, nee, die direct zo, 100, naar de main event gaan. 120, 240, er is echt een ja. gigantische lijst met allemaal mogelijkheden van satellites. Mm -hmm. Moet je maar eens bekijken. Uh, en daarnaast zijn er ook satellites die tournament dollars hebben, dus bijvoorbeeld zoals hier, hier een dollar. daily 240. Die 2000 tournament dollars uitbetaald van 240, dus dat is 1 op 8 betaald ongeveer. Een degelijke reek, 12,5% voor een 240 dollar. Dat gaat je eigenlijk moeilijk terugvinden. Maar die gaan zeker niet dus, naar ticket voor main event. Die, dat is gewoon nee, enkel dollars. die zijn toernooi dollars, echt toernooi -dollars dus okay. dat is heel handig. Uh, ja, als je ze niet kunt gebruiken om voorbij te doen, dan kunnen ze wel direct verkocht krijgen daar. Ja. Uh, dus uh, als ik bijvoorbeeld in de middag al bus en ik zie, of, in, ja, of op de middag al bus en ik zie, ja. Wil nog spelen, mm -hmm. dan is dus dit perfecte. Uh, 20 minuten levels, dus dat gaat sowieso niet tot een kort nacht uur. Als ik bijvoorbeeld de volgende dag vroeg terug wil beginnen, is dat ideaal als, als ik zoiets kan spelen. Ja. En 1 op 8 betaald, is niet te, te hoge variants of 1 op 9 betaald. Mm -hmm. uh, dat, is, dat valt nog goed mee van variance voor een satellite eigenlijk. En als je weet hoe dat je een moet wilt spelen, als je goed opgelet hebt Zijde voor uh, de, is de podcast, <laughs> dan, uh, dan is dat natuurlijk veel value te raapen, Want er worden ja. wel uh, fouten gemaakt in die satellites. Uh, je kunt daar serieuze ICM-fouten maken. Zoals we straks een handje gaan overlopen, waar ik een fout heb gemaakt. Uh, dus dat zijn inderdaad... En enkel de... No Limit Hold'em. Je speelt niks anders. Nee, nee. Omdat reis, ik weet in nee. uh, dat dat is mijn ja, specialiteit-tournament uh, No Limit Hold'em ja. En uh, als dat om zoveel geld gaat, zo'n groot deel van mijn bankroll, wil ik wel zien dat ik die wijs investeer. Mm -hmm. uh, het is niet ja, het direct is, zomaar... echt. denk. 80% procent poker en 10% procent ontspanning, deze race. Ja, ja, maar ik kan er ook wel heel erg genieten van in de poker room bezig te zijn. Dus dat is eigenlijk tegelijkertijd ontspanning en inspanning. Ja. Bij mij is uh, mij het meer zo uh, ja, nou, ligt wel in de helft. Dus ik ga ja. wel eens in een, een race event wel eens kunnen meespelen. Ja, wel als het ideal moment om zo'n dingen te doen. Ja. Uh, maar ik ken de regels niet, dus dan vind ik dat ook een beetje zat om. Uh, ja, ja. En, ik bedoel, de buy online is uh, 65 of 70 dollar of zo. Mm -hmm. Ik denk dat het zat om daar een 500 dollar van uh, Maar ja. natuurlijk, als je puur voor het plezier die ja, specifieke event, dan moet je, je nou, dat natuurlijk doen. Het is ja. het is de moment om het te doen. Zeker. Je bent daar nu, uh, het is de WSOP, ja, dat is. Ja. Ja, je moet dat Tot spelen, op één ja. uh, voor de duidelijkheid, heb je nog altijd geen pakket kunnen binken. <laughs> ja. Ik heb er nog uh, twee kansen. Dus nog eentje online gewoon maandag. En uh, dit weekend is de Live Qualifier hier, op Poker Nights. Waar ja. het field Inderdaad. ongeveer, hebben we horen waaien. Tussen de 150 en uh, 200 ofzo? Ja, 200 zal heel ruim zijn. Ja. Richting 150, 170 ja. dat zou gaan. Ah ja, maar dat zijn eigenlijk al bijna twee pakketten. Dan... Ja. Eén pakket is Het zal er, mannen, zal er ontspannen. Ja. 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 Alleszins, ik alles op alles zetten. Uh, omdat dat daar binnen te halen. Dus ik ga heel het weekend voorbereiden. Ik kan van de week niks meer poken. <laughs> Puur ontspanning, dat ik uitgerust ben misschien ja. dus enkel ik de ik spelen voor het ticket van maandag, dat wel nog. Ah ja ja, ja ja. die heb ik ook gemist. Dat erbij. Uh, het was uh, niet zo goed gisteren. Geen een goede avond. Ja, maar In ja, ja het is natuurlijk maar één winnaar, hè. Dus uh, ja, voor uh, meisjes was niet, ja. <laughs> het geen goede avond. Nee, Nee, Voor de andere, ik weet niet, zal Ja. geen tederiger oud geweest ja. zijn? Of de bedroger oud? Who? Dan zitten we nog. Uh, ja, Bankroll Management en Game Selection. Ja, uh, ik heb al die. Dus ik heb dat pakket zo samengesteld. Zoveel van die Din, zoveel van die Diain. Uh, en ik heb nog eens de Verenice calculator boven gehaald. Uh, dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Mm -hmm. uh, om een beetje zowel mezelf als mijn stakers te informeren over waar is nu Het de kansen. Ja. Uh, want er zijn ook mensen die een beetje minder poker spelen. die misschien in mij willen investeren. Zeker voor de main event. Uh, <laughs> met. Uh. <laughs> jij weet wel wat uh, poker inhoudt. Dus, uh, maar dat is moeilijk om uit te leggen wat nu de juiste risico's zijn. En via die Poker Variance Calculator kun je wel echt uh, goed achterhalen. Uh, mm -hmm. uh, allee, hoe dat nu juist uh, in elkaar zit. Hè. Uh, ik heb normaal gezien hier ergens. Dat al ingevuld op voorhand, want dat is vrij de opties zijn vrij uitgebreid. Dus je kunt gewoon zeggen, oh, gemiddelde buy-in, zoveel events. Uh, en ga, allez gewoon laten lopen. Voilà, en gewoon laten lopen. Uh, maar dat is natuurlijk niet een volledig realistische weergave, want uh, mijn gemiddelde buy is nu bijvoorbeeld 1000. Maar daar zit de 10.000 uh, WSB main in. Nou, dus, dat uh, vertrekt een beetje ja, de dus de 10.000 bm1 is een groot deel van de bindings dat ik daar ga doen, en dat ga, dat is, het resultaat daarin zal natuurlijk veel bepalen. Dus de variance zal veel groter zijn ja. als ik dat effectief ingeef als 10.000, 1.500 en, en mm -hmm. verschillende de aantallen. 10.000 maakt een heel groot deel uit, dus gaat de cijfers dan ja, schuin Ja, inderdaad. Ja. Uh, dus ik kan wel eens laten zien wat het resultaat is van die variance calculator en hoe dat ik dat juist heb ingevuld. Dus je kunt dat als je zelf ooit een keer een live serie gaat spelen, of je speelt, uh, wilt een online serie spelen op een bepaald buy niveau en je wilt dat goed plannen, dan kun je inderdaad variance calculatoren gebruiken. Dus ik wil het dat vorige keer laten zien, je kunt dat gewoon googlen. Poker ja. variance calculator ja. of tournament variance calculator. Komt, ja, ja. dat is de eerste link. Uh, hier kan ik even tonen hoe dat ik dat heb ingevuld. Dus bijvoorbeeld, ik heb voor die verschillende buy -klasses, mm -hmm. je, verschillende toernooien toegevoegd. Ik heb zo zes verschillende dingen ingevuld. Misschien kan het nog wel groter. Oei, ja. yep. Zes verschillende dingen ingevuld. Ik heb de rekening ingevuld die op dat buy level dus je ziet op het, het 700-dollar level is de reek lager dan op het 150-dollar level yep. natuurlijk. Uh, en ook de player fields. Dus ik verwacht, dit, dit is bijvoorbeeld de events met veel uh, runners, maar dat is gewoon een beetje een inschatting. Okay. Yep. Zoveel runners, maar die, die kleinere events, ja, die zullen misschien maar 200 runners hebben of zo, en dan hoeveel plaatsen betaald. Uh, en natuurlijk ook een inschatting van je ROI die je hebt in de mm -hmm. verschillende toernooien. Uh, je zou verwachten: oei, dat moet toch veel hoger zijn in uh, zo'n makkelijke buy uh, zo'n lage buy uh, Maar natuurlijk, dat, dat zal eerder turbo zijn. Terwijl ja. deze, dit gaat over die meerdaagse event. betere structuur. Uh, ja, inderdaad. Het is, het is een hoge buy-in, maar ik verwacht nog altijd een redelijke ROI daar omdat het een goede structuur is, bijvoorbeeld. Hè. Ja. Uh, en zo heb ik eigenlijk alles wat ingevuld. En wat komt daar dan uitgerold? Als we hier even naar rechts kijken, dan zien we de resultaten. Uh, hier kun je dan uh, terugvinden... Ik heb gezegd, de computer moet dus die totaal 20 toernooien die ik heb ingegeven, van die verschillende soorten binds, hmm. 100.000 keer spelen achtereen. Ja. En dan kun je zien, oké, okay, die 26k dat is, als je alle Binds hebt opgeteld. Uh, en je ziet, wiskundig gezien, zou ik ongeveer 9.000 moeten verdienen gemiddeld. Mm -hmm. uh, dat, is, ja, dat is gewoon het gemiddelde uitkomst. Uh, dat ja. gaat natuurlijk nooit exact uh, nee. zijn wat ik ga verdienen. Zelfs na 100.000 keer de computer dat te laten spelen, is dat niet exact uitgekomen. Je Schrik, zie, ja. uh, dus je ziet welke verre dat ermee gemoeid is. Ja. Zelfs als ik 100.000 keer naar Vegas ga en die toernooi ga spelen zit ik er het gemiddelde, ja, ja zit ik nog niet allee, is het nog moeilijk om exact het gemiddelde resultaat ja. te behalen dus uh, de variance is vrij hoog je uh, ziet hier wat dat dan de ROI opgeteld is dat is ook wel interessant dan moet je dat zelf allemaal niet optellen uh, als je die verschillende binds en die verschillende ROIs hierin ingeeft dan geeft u het gemiddelde terug dus het, gemiddelde blijkt, ja. het gemiddelde blijkt hier 35 te zijn over de volledige pakket ja. dat ik heb, heb ingegeven is dus natuurlijk ook maar gebaseerd op mijn inschatting, maar ja. dat is wel een gemakkelijke manier om het gemiddelde te berekenen. En je ziet de standaardafwijking van de resultaten. Dus als je een beetje met statistiek bekend bent, is ja. vrij hoog. Dus op die 9000 winst is er standaardafwijking 180k. Ja, de main event zit daartussen. Ja. Uh, als ik die bing. Dan, dan, ja, dan, dat, dat, dat is een outlier. Allee, dat is echt ja. wel een. Uh, uh. Dit, zijn, dit is trouwens de, de nieuwere versie van de van de vergengsnelkeerder vandaar dat, allez, ik vind die grafieken niet zo heel goed, maar je kunt bijvoorbeeld hier wel zien de best run, ja. die springt hier mooi bovenuit. Uh, mijn 26e toernooi, dat was de main event dan, de, de laatste dat ik heb ingegeven. Ja. Als ik een die win, ja dan zit ik hier bij de 8 miljoen. Mm -hmm. uh, ja, ik kon niet exact de field sizing geven nee, van de main event, man. maar 8 miljoen, dus ja, dat is basically de main event gewoon neergeven. Dat is de, de best mogelijke applicatie. run en blijkbaar hiervoor is er ook al iets gewonnen, want je ziet dat hij een beetje omhoog dus. Ja. Dus niet alleen de main event, maar nog iets anders vinden is de best mogelijke run op 100.000 keer naar Vegas gaan. kan hè? Kan, kan altijd. Ik ben buiten. Kan uh, maar meestal zult je hier ergens in die groene zone zitten. Dat zijn de verschillende confidence intervals, zoals ze dat noemen. Dus verschillende kansen dat je binnen, binnen die zones ligt. Natuurlijk, ja. de schaal is een beetje vertekend van die, uh, mm. van die grafiek hier, want die loopt tot 8 miljoen. Dus het meeste speelt zich af onder het miljoen, onder het half miljoen ook uh, van winsten. Dat is wel uh, logisch natuurlijk. Uh, ik heb hetzelfde een keer ingegeven in de, de oude Tournament Verhoudings Calculator, dus je kunt dan doorklikken. Uh, en daar, daar krijg je eigenlijk andere grafieken van. Mm -hmm. uh, en de, deze vind ik eigenlijk de interessantste: de distribution for all tournaments. Wat je hier heel goed kunt zien, ja, dat ziet er vergelijkbaar uit als hier. Hier kun je bijvoorbeeld je break-even-punt terugvinden. Dus dit is bijvoorbeeld alle mogelijke runs die je kunt hebben. Dus hier staat een percentage van hoe goed of hoe slecht je run is. Dus als je echt op de bottom. 1% run zit, ja, dan, dan ja. breekt je gewoon alles, alle binds kwijt. Uh, en je kunt dan hier ook opzoeken wat de kans is om bijvoorbeeld de helft van je binds kwijt te zijn. Dat zal dan hier ergens tussen liggen. Uh, en hier, licht, je ziet hier dat de grafiek door de 0-as gaat hè, ja, van, van winsten, dus je ziet hier dat je break-even punt ja. zit. Dus de kans dat ik breek even speel is ongeveer uh, oh, uh, break-even of beter. Nee, het is eigenlijk, eigenlijk moet je rekenen vanaf hier break-even of beter. Uh, 33% procent. Allee, 1 op 3 dan ongeveer. Oké. Okay. De kans dat je break even of slechter speelt is 66%. Procent. Dus eigenlijk onder break even ligt. De kans dat je exact break even speelt, ja, waarschijnlijk 0. Hè? Mm -hmm. Want dat is exact, exact. Dat kan ja, dat, niet, kan, ja. Dat, kan, dat kan praktisch niet. gezien dus uh, yep. <laughs> uh, ja, je, dus hier. en de, deze heb ik dan ook eens. Je kunt daar dan over met de muis en dan geeft hij de waarde op elk punt. Mm -hmm. En zo heb ik een keer een klein tabelletje gemaakt van. Waar is nu de kans dat, dat, ik, al mijn dat ik 100% van buy-ins kwijt ben? Ik heb het een beetje afgerond natuurlijk. Ja. Uh, ook van mijn stekers van, kijk, er is zeker een 10% kans dat als ik al mijn buy-ins ga doen, dat ik die allemaal kwijt ben. Mm -hmm. En dat is ook uw risico dan, als je investeert in mij, dat ja. dat, dat gebeurt. Um, dat je 75% van je geld kwijt bent, als ik alle buy-ins doe, hè, dat is wel belangrijk, als ik alle buy-ins doe, ja. uh, die kans is uh, ja, 20%. Allee, 75% of ja. meer. Hè? Uh, ja, je moet er bovenste altijd bijpakken. Hè? Ja, inderdaad, dus hier heb ik het bijgezegd. Uh, min 75 of slechter of lager dan min ja. 75. Uh, dus je moet inderdaad altijd uh, in die grafiek hier. Hoe meer die mogelijkheden ervoor? Ja, pakt je alles mee, mee. optellen ja. inderdaad. Uh, en het breek een punt, dat was inderdaad rond een derde ja. uh, in dit geval. Dus een derde kans dat ik brek even spelen of beter. Dus dat klinkt eigenlijk niet zoveel. maar de potentiële, alle, de verwachte EV is natuurlijk was mijn die 450 de mm -hmm. verwachte ROI, return on investment. Uh, ja, dus die ga ik niet heel vaak realiseren. Nee. Uh, ik ga zelfs niet heel vaak break even spelen, eigenlijk, hè. eigenlijk maar uh, de nummers, nee. een derde van de tijd. Uh, ik heb natuurlijk een beetje conservatieve inschatting gemaakt ook van mijn win rates. Want ja, je moet natuurlijk wel een beetje eerlijk blijven. Ja, het is subjectief. <laughs> en, uh, een beetje worst case scenario ook wel wat proberen te, ja. te concepieren. Um, maar dus de reden dat dat gemiddelde toch nog op 35% ligt is omdat de potentiële upside die kansen bestaan wel. Veel. Dus de kans dat je, dat ik bijvoorbeeld, ja. Dat je nu meer cash dan dat je het ingevoegt, ja. is 20%. Dat ja, bijna even groot 50%. is als de kans dat je 75% ja. verliest. Voilà. Dus, allee. dat zijn wel goede nummers, vind ik. Inderdaad. Dus, uh, het is vrij hard, zoals je het kunt zien op de grafiek, uh, ja, top heavy uh, de, ja. de mogelijke resultaten. Uh, maar ook hier zit een al mooie. Allee, alles boven breakeven is al heel mooi. En zelfs Zeker? alles in de buurt van breakeven is eigenlijk al uh, een, een goede uitkomst, denk ik, als je die ervaring kunt hebben en zo. Ja, nou, Dan hoop ik gewoon stiekem op dat ik uh, gewoon break even terugkom. En de, en dat dat mijn ja, worst case scenario. Ja, wel, maar, maar dat is kijk, niet het worst case scenario. Dus, uh, dus, uh, dus uh, <laughs> misschien zullen we dat voor u ook een keer eens invullen. willen bijstellen. Ja. Uh, maar dat zullen we dan een keer apart doen, want dat duurt wel even om alles ja. mooi ingevuld te krijgen. Ja, dat je zeker kunt zien wat zijn nu de verwachtingen. Mm -hmm. uh, en ook als je daar niet tevreden mee bent, bijvoorbeeld met die verwachtingen, is het misschien wel een optie om je bind bijvoorbeeld te verlagen. Op een manier te zoeken om je ROI's te verhogen, om ja. toernooi te pakken met een lagere rekening. De one keys slepen bijvoorbeeld. Ja. En de meer ja. daily spelen als je daar ja. casht op of de one keys erbij. meer teken. actie verkopen. Want als je bijvoorbeeld de helft van je actie verkoopt, ja, dan is die min 100% voor u nog, maar min 50%. Als je daarmee mee oké okay bent. Ja. De kans is even groot. Maar het bedrag dat je dan kwijt bent, is maar een helft. Uh, ja, de wel... Ja, ofwel... overal. Even gaat eigenlijk ja. door tweeën. Ja, inderdaad. Ja. dus Als je de helft van de acties zou... Verkopen. Maar je winst ook. Dat is waar. De upside moet je natuurlijk ook wel. Die ja. belooft je natuurlijk aan, aan de investeerders. Ja. He, aan de stakers. Uh, en ja, gezien... Eigenlijk zijn er nog redelijk realistische kansen om echt wel met hoge... Uh, allez, ja. Hoge return on investment terug te komen. Is geen, Dat is natuurlijk uh, gewoon een diep run hè. in een... in een toernooi van een gemiddelde bijen ongeveer. En dan, ja. dan zit je daar. He. Nou, als je inderdaad één keer ergens 30k cash het al uppen. Ja, inderdaad, dan sta je inderdaad al hier. En die kans is niet zo onbestaand of klein. Nee, nee, want dus als je. Er staan nu 26 toernooien. Echt, als je echt die alle 26 kunt spelen, die 26 buy-ins. We zijn daar natuurlijk maar 14 dagen, dus dat wordt moeilijk. Maar yep. uh, als je die allemaal gaat spelen, dan, dan is dat wel mogelijk. Mm -hmm. En het is natuurlijk ook zo, als je in een event heel diep gaat, dan gaat het ook minder buy-ins doen. Dus die, dat ja, ja, weer dit dan is, dan is dan niet heen. helemaal 100% tussen, die dat je niet speelt, uh, de realiteit. Je niet nee, dus... nee, inderdaad. Het is niet helemaal 100% de realiteit, ja. want dit gaat er altijd vanuit dat je alle events hebt gespeeld. Dus, mm -hmm. uh, dat, dat is ook niet altijd het geval. Het is wel interessant om ergens in het midden van ons verblijf het nog eens te herberekenen. Uh, van die berekening die je nu hebt gemaakt, ja, en dan in ja. het midden nog eens gewoon kijken en zien hoeveel het afwijkt. En, uh... Ja, of we zouden het op voorhand kunnen berekenen van heel onze groep samen. Uh, en ja. dan uh, eens kijken of dat na de dingen de voorspelling is uitgekomen. Want als je heel onze groep samenrekent, dan zit je al al redelijk wat toernooi. Dan kun je wel al iets nauwkeuriger bepalen van wat zijn okay. nu de mogelijke resultaten. Dat is een betere sample. Ja. Ja. Alhoewel dat dat nog altijd ja, all over the place zal zijn. De fiel, <laughs> dat zal nog altijd all over the place zijn, denk ik. Uh, maar dat is misschien nee, wel een denk, interessant dat experiment. Dat de eerste avond, uh, als we gevochten hebben voor de bedden. om. Je... <laughs> ja. Maar ik heb ondertussen ja, wel nog andere dingen aan mijn hoofd dan... dan uh, die leuke dingetjes uh, berekenen, een <laughs> beetje voorbereiding natuurlijk voor Vegas. Hè. Zeker. Uh, ja, misschien dat we dan uh, nu overgaan naar uh, de Hentis Ja, ik heb Ja, we menten, zijn we wel even bezig. Uh, de bubbel daar, dat handje. Ja, dus we zullen. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in pokerstrategie is nu de moment. Uh, Straight out. Uh, ik heb <laughs> nog een Hentis beloofd vorige keer van een satellite. Uh, waar ik wel een fout had gemaakt, die andere ja, waren vrij hobby's. Eén keer had ik Pocket Kings, ja, die had ik niet moeten folden daar. Uh, allee, nee, die heb ik ook niet gefold, maar nee. die was vrij eenvoudig te spelen, laat het ons zo zeggen. Uh, en een andere hand heb ik gefold en dat was een close beslissing. En achteraf denk ik dat dat een goede beslissing was. Zoals die achtjes? Uh, die acht in inderdaad, de... ja. Die uh, maar... Dat hebben we hier. We uh, hebben hier... Wacht, ik zal het scherm delen. Er zien dat ik het hier allemaal groot genoeg kan zetten. We hebben hier voor u een hand uit een satellite op GG. Even kijken, een 25 naar een 250 dollar. World Festival. Ja. We zitten redelijk dicht op de bubbel. Um, er zijn 7,5 plaatsen betaald. Dus zeven tickets en dan nog wat extra bij, cash. Ja. Uh, en 11 spelers over. Dus eigenlijk 7,8 plaatsen betaald, 11 over. Mm -hmm. um, als je dat weer uitdrukt in het percentage van hoeveel bubbel, dan zouden wij dat in onze groep 50% bubbel noemen. Deze ja. um, dit punt. Dus dat is vrij dicht bij de bubbel, zeker voor een satellite uh, is dat echt wel... Wat de handjes, alle ja. ranges gaat veranderen door een impact op heeft. Ja, de average tech is 7 big blind op dat moment. Uh, dus je ziet preflop, de call die ik maak is 9, Met maar ik zit op, op de big boven. blind dus ik heb eigenlijk 10 big, 10 big blinds staan. So, boven, average stack, dat het dus ja, net boven average stack. Ja, net boven average stack. En wat de actie die eigenlijk gebeurt is dat er hier voor mij, oops, voor mij under the gun, under the gun is eigenlijk hier de hijack, al in gaat de big stack aan de tafel met zijn 14 big blinds. Dus hij covert mij. Mm -hmm. Hij gaat gewoon all in. Nou, iedereen fold. en actie dan is dan mij de beslissing u. met Ace King. op de big blinds Een vrij moeilijke uh, beslissing. Mm -hmm. uh, Kunt u daar volgen? Natuurlijk kunt u daar volgen. Het zijn niet verplicht om te kalen. Je hebt alle knoppen ja. open staan, alle opties staan open. Hè. Wat zou ik, wij doen? Het, ik zou het niet, uh, niet kunnen volgen. Ja. <laughs> ik is, ook niet. Ik heb het duidelijk niet no kunnen volgen, maar uh, ik, was, ik had vrij instant regrets. Uh, niet omdat een pocket queen zat, maar wel omdat ik dacht dat dat geen goede spot was om te kalen. Uh, omdat je ze nog no boven zat. Ik, denk chat. Dat ik ja, ja. En hmm. we zullen dat eventjes ik probeer te staven met uh, weer een uh, simulatie van HRC die ik al op voorhand heb gerund. Even op zoek ja, gaan. Ik heb het toch al vaak gezien in van die satellite-toernooien dat mensen die er echt goed voor zitten een accidentje hebben en dan de, de mensen met kleistekken. Survive stacks. Ja. toch het diket pakken. Naar... Dat is dus ook een reden waarom je als kleiner stack misschien zelfs nog voorzichtiger kunt zijn. Zeker als je daar rond toe ziet dat dat aan het gebeuren is. Dat mensen ja. echt zo'n fouten maken. Alle fouten. Dat, dat lijkt op het eerste gezicht normaal ja. om gewoon eens King te callen voor 10 mm. big blinds. Ja. Uh, die riskeert zelfs niet alleen 10 big blinds. Die riskeert. tegen sommigen, dan riskeert die maar 5 big blinds. Uh, mm -hmm. Maar dat is blijkbaar. We ja. zullen het nu zien meer wat meer het, uh, dan hand. of dat een goede nee. call is of niet. Uh, Goed, opzetten. We. Onze ja we zullen boezien. eerst even de situatie schetsen als je in HRC kun je ook de, de bubble bubbelfactoren tonen dat zijn die getallen die ik vorige keer op grafiek heb laten zien mm -hmm. uh, dat is ook iets dat ik altijd doe als ik een hand uh, bekijk het scherm is toch gedeeld hè ja is yep. uh, naar die bubbelfactoren kijken en hoe dat je zo'n tabellen leest is ik zit in de big blind en ik speel tegen de andere speler in dit geval big blind tegen hijjack uh -huh. Bubblefactor factor is 9, dat is eigenlijk infinity en beyond, want de hoge ICM begon al vanaf 1,6 ongeveer. Dat is eigenlijk waar een final table zich afspeelt, 1,6 ja. of hoger. Uh, tot, tot 2 of zo, een bubble speelt zich rond de 2 af soms. Uh, 2 bubble factor. Dus 9 is eigenlijk infinity, ja, het uh, is bij wijze van spreken. En hier tabakken. staat ook de risk premium bij, dus de, de extra pothoods die je nodig hebt om een all-in te betalen. Uh -huh. Staat hierbij. Um, en ik dat heb je het gezegd: 40% basically. Dus 40, ja. de potthods die ik krijg, ik weet niet wat die op de hand history staan. denk het niet. Hè. Die staan niet op de hand history, nee. maar die zijn sowieso lager dan 50%. Maar uh, stel dat ik 40% potthods of zo krijg. Hè, dus hoeveel chips moet ik nog kalen om hoeveel te winnen? Die verhouding is 40%. Dat wil zeggen dat, ik dat mijn hand 40% equity nodig heeft, dus 40% kans om te winnen nope. op de showdown. Uh, Dat is als je enkel voor de chips speelt. Maar natuurlijk, we zitten in Satellite, er zijn payouts, we zitten op de bubble. Mm -hmm. uh, de chips zijn niet zoveel waard meer in geld voor mij, omdat ik ook al een grote stack heb. En ik heb het risico om nu te busten als ik call. Ja. Dat is ook een, een belangrijk uh, aspect. Uh, en en die bij die 40% procent zou ik dus, die ik ongeveer heb, uh, zou ik dus 40% extra equity nodig hebben in dit geval om te kunnen callen. Wat is dus wat zeggen? Mijn hand heeft 80, 80% equity nodig. Dat heb je nooit met king. Nee. Nee, Ace-King heeft nooit 80% equity tegen een enkele hand uh, preflop alleen. Damn. Zelfs pocket kings heeft bijna nooit 80% equity, wel tegen specifieke handen. een nee, lager, pocket pairs misschien, of een handgelijk gelijk king natuurlijk. 2 of zo, king 2 afzet. Maar hij heeft natuurlijk niet alleen king 2 afzet, ook handen met naast vast. Hè, als hij gewoon nee, alleen op. gaat. Uh, en als hij één naast heeft, dan heeft Kings nog maar 75% equity of zo. Dus nee. dat is eigenlijk niet genoeg meer om te kalen. Dus het, ga, het gaat ervan afhangen wat hem gaat jammen. En uh, ja. is er überhaupt nog wel een hand die kan kalen? Is ACES nog wel goed genoeg om te kalen? Is hier eigenlijk ook de vraag. Wel, ik wil net zeggen dat dat misschien de grens is, die ACES. Ja, ACES heeft eigenlijk tegen een volledig random hand ongeveer 85% equity, denk ik. Nee, allee, som, ja. zijn we net, dan nee, zouden we er net mee, zijn, maar het ja. zou kunnen dat ik de pot had een beetje. Allee, ja, dan dat dat, dat niet eens 40% was, maar 45 of zo. Dus ja. uh, vandaar de simulator. Uh, oh, hier het je risico, gaat het allemaal voor u berekenen. Wordt de, de, de reward ook niet aangepast met hetgeen dat je als je de pot zou winnen? Ja, maar dat is, die verdubbeling voor mij is bijna niks waard. Want ik ga bijna altijd in de money eindig door één steal te doen en dat is klaar. Die nou, je, je voordeel van ja. zo'n pak chips te winnen. Het ja. is niet zo groot nee, meer. Want, het is veel ja. lager dan de, dan de downside ja. moest ik uh, verliezen. En, en als, als er nog altijd een 20% kans is dat ik verlies, is dat blijkbaar genoeg mm -hmm. om, om te zeggen, ja, het hoeft niet meer. Uh, dus hier hebben we de strategieën laten runnen. Je ziet, we beginnen bij de hijack, the gun in dit geval. Uh, wat dat team moet doen is gewoon 100% jammen. Uh, we zullen dat gebied even aanpassen. Ik denk niet dat hij echt 100%, 100 gaat nee. jammen. Maar die zal ook wel herkennen, ik ben hier big stack, die is nogal shorter, er is dus ja, weinig risico. Druk zetten. He. Dus ik kan wel wat jammen. Maar bon, we zullen eerst even kijken wat er hier gezegd wordt. Dus als hij 100% jamt, wat moeten die spelers daarna beginnen doen? Uh, Cut-off. Niks komen. Button, die is shorter, die heeft vijf big blinds hier, uh, zoals mm -hmm. je kunt zien in de hand history. Dat is hier nog even. big heen. blinds. Die kan pocket jacks en beter callen. Moet die moet zelfs al ace king volgen volgen. voor zijn vijf big blinds. Als de eerste speler 100%, 100 van de handen champt. De small blind, die kan negen callen. He, die heeft ongeveer dezelfde stack, maar ja, die kan natuurlijk looser callen, omdat er minder volk achter zit. Er is nog minder ja. volk dat met aces kan wakker worden ofzo. Allee, in zijn geval zal het vooral hem zijn dat dan kan wakker worden met aces. Ja. Uh, en hier zit je... Wat oh, ik moet spelen. Niente. Eh. Nul. Nul. Aces is niet goed genoeg. En we kunnen eens opzoeken hoe close dat is. Uh, hier tonen we de EV's uh, van de hand. Is dus de estimated value. Maar als we over de hand uh, de muis zetten, dan kun je het zien. Aces min 4 dollar ongeveer. Ja. En de buy-in was 25 dollar. Het ticket was 250. Dus 4 dollar is wel. Als significant, dus Ace is mm -hmm. hier, verliest u 4 dollar. Gewoon op de knop te drukken, call Ace al in. Maar dat is als hem 100%, 100 jamt. Dus als hem 70% jamt. Dan zal het waarschijnlijk slechter worden voor Ace. Allee, dank er een beetje vanaf. Uh, we zullen we het zo een beetje zien, want die heb, ik, die heb ik al gerund. Uh, dus je ziet, Ace King kalen hier. EV. Min 50 dollar. Dat is dus een gigantische fout. Ja. Uh, alleen al, dat zijn twee binds. Dus twee binds kwijtspelen op één actie in een hand. Het is wel een all-in-actie, maar het is ook maar 10 big blinds. Mm -hmm. Is echt uh, een ramp, eigenlijk. Uh, het is natuurlijk, uh, als het ware van een ticket, ja, 20% van het ticket. Nog altijd wel veel. Hè? 20% van zo'n ticket. Dus dit is echt is ja, zelfs een is hand die je echt. Compleet misplayed. Nog... Dit is compleet misplayed. Ja, Ace King het is niet zo heel veel beter. Nee, Bij... 47. Ja. En... Ja. Ja. Dus het is echt een mm -hmm. pocket Kings, min 10 dollar, maar nog altijd niet goed. Amai, dat een maar Er is, dat is dus een wel noodzame. inderdaad een groot verschil, zoals je dat al had opgemerkt. Ace King is echt helemaal niet goed. Ja. Uh, er is wel een groot verschil met Kings en Ace King. Dus de fout die je maakt als je toch Ace of Kings kaalt, is, het het is kleiner. wel kleiner. Maar... Het blijft nog altijd fout. Ja, het blijft nog altijd 10 dollar, uh, briefje van 10, yep, in de fik. Dat zult je nooit zeggen als je dan hierin in denk ik. Nee, dat, is dus set, dat zijn de satellites. Uh, dat is heel moeilijk. En er zijn, als je richting de bubbel gaat, zit je die, in die extreme situaties. Mm -hmm. uh, en mensen snappen wel dat ze tighter moeten zijn, maar ik denk dat ze nooit dit intuïtief nee. weten van je moet echt ace's volgen hier. Uh, ook, we zijn niet op de bubbel, we zijn nog maar een paar... We zijn dan een, dan een paar plaatsen van weg, de bubbel. Ja. Er uh, zijn elf left en eigenlijk maar zeven tickets mm -hmm. en, en een plaatsje betaald. Dus er zijn nog drie à vier plaatsen verwijderd van, van de money he? op dit moment. Ja, dat klinkt echt. Uh, dus dat is echt een extreem. Ja, echt extreem. Uh, Waar ik dan heb gerund is als de hijack tighter is. Dus stel nu dat de hijack. Wat meestal gebeurt is dat mensen wel begrijpen: oké, okay, het is een spot dat we tighter moeten zijn. Mm -hmm. De reden dat de hijacker hier toch daarnet 100% kan jammen, is omdat de rest alles valt. Ja. We gaan ze biedt zien wat er, moet, wat er moet doen als, als de rest niet alles valt. Mm -hmm. <laughs> uh, maar de meeste mensen zullen wel beseffen ja, dat het tighter is, en ze gaan dan bijvoorbeeld ook tighter jammen. Ze gaan niet herkennen oei, omdat de rest tighter is, moet ik, kan ik, ik 100% jammen hier als big stack? Ja. Nee, ze gaan zelf ook nog altijd tighter zijn, omdat ze, ja, ze willen het ook niet riskeren om het ticket kwijt te spelen. Wat ook nog wel Goeie adjustment is, maar dit is de range die ik bijvoorbeeld even heb ingegeven. Ja, het is nu wel heel tijd, maar stel nu dat die ja, toch aan de tijd de kant is, die speler, uh, en gewoon normaal eigenlijk speelt. Alleen normaal, dit is ook tijd voor, ja. voor chips, maar gewoon ja. een beetje scared money speelt en zeker zijn ticket wilt hebben, dan, dan zou, zou dit een, nog wel. Zou een big stack zo tight zijn? Ik weet niet. Als die echt, sommige mensen denken echt van: oké, okay, ik heb genoeg chips, ik stop me spelen als ik uh, big stack ben. Dus dat kan wel. Dus het is niet maar als ze dat door hebben, gaan ze echt naar u komen. Hè. Dan kunnen ze kunnen heel snel ja, zakken. Ja. Dat is waar, maar je kunt er weinig aan doen als de Big Stack gewoon geen ander speelt. ik kan dan... u nog altijd afkalen als jij al gaat tegen hem voor vier, vijf Big Blinds. Mm -hmm. uh, hij, kan, hij heeft nog altijd de optie om te kalen. Maar hij, kan, ook er, hij kan er gemakkelijk de... voor kiezen om niet de maximale druk te zetten. En ik denk dat dat is iets wel wat ik vaak zie in die satellites, dat dat niet echt gebeurt, die echt die maximale druk, volgens wat we net hebben maar gezien. Mij lijkt dat onnatuurlijk, moest ik in die backstacks in plaats zijn om zo tight te gaan. Ja, dat is een zo. beetje onnatuurlijk. Zou dat nooit zo zijn? Ik zou zelfs tot juni, 8, 7 of Ja, Het euh... is bij wijze van experiment hè ja. om te kijken hoe slecht het dan wordt. Je ziet, de spelers daarna zijn gereduceerd tot Aces en misschien Kings voor de Smallwind. Yep. Ja, ik kan nog altijd niks natuurlijk. Mm -hmm. uh, en zoals je ziet voor Aces, het is niet zoveel slechter geworden. Het is naar min 3 dollar gegaan en daarnet zaten we op min 4 dollar. Het is eigenlijk ja. beter geworden voor Aces. Ja, waarom? Uh, deze handen domineert je meer. Dus als, als ze meer 7, 6 soorten en zo heeft, die, ja, dat is veel yep. slechter voor Aces. Als ze meer A's 10 heeft en meer pocket zessen, dat is veel beter voor Aces. Mm -hmm. uh, dus vandaar de fout is zelfs kleiner tegen een tijderspeler. Met, alleen met Aces natuurlijk. Met alle andere handen, als ja, ziet het er nog altijd niet zo rooskleurig gaat. Het is heel gelijkaardig voor Ace King. Gelijkaardige fout van uh, meer dan twee binds. 55 jaar zegt ik. Het, het zeg is wel roze het, maar het is niet rooskleur. Ja, inderdaad, ro <laughs> rode cijfers. Die verwarrend zijn. <laughs> rode cijfers, dat is niet zo goed. Um, die laatste vraag, de laatste vraag die ik hier even aan de software wil vragen is, ja, wat, als, wat moet de hijack nu eigenlijk doen als de rest wat de loose koult? Mm -hmm. Iedereen gaat wel tijd zijn, maar niet zo altijd. Yep. Ik heb bijvoorbeeld Ace king gekald. Dat is een vrij uh, normale no. call, dat je zult zien, maar eigenlijk is dat niet goed. Dus wat moet de hijack doen als dat gebeurt? Dit was al spoiler, maar we zullen mm. eerst heel ra rap even kijken wat ik heb ingegeven. als de tegenstanders zijn nog altijd tijd, maar ze spelen niet enkel jacks plus hier. Ze spelen 7s plus ace queen, ace jack, want ja, die heeft 8 big blinds. Deze yep. heeft 5 big blinds, heeft 5 big blinds. Ik heb even voor de gemakkelijkheid cellen gegeven. En voor mezelf, de big stack, dit. Dit mm -hmm. zou ik misschien nog gekald hebben: queens plus ace king. Yep. Uh, in dat geval. Um, als die dus een beetje te loose zijn volgens de sim, dan kan de hijjak niet meer 100% jammen, maar moet hij super tight zijn en moet hij eigenlijk enkel deze handen spelen. Er zijn ook twee uitersten. Je ja. moet van alles hij jammen. Hij moet van alles jammen omdat Naar. iedereen alles foldt. maar als, als die mensen achter niet echt Ze alles folden, maar toch een beetje looster callen, dan, moet je, dan mocht jij dat risico niet pakken. En ja. dan moet jij zelf zien. Is de, wereld je niet, is is ranges, de wereld van verschil in je ranges, afhankelijk van je T-spelers ja. spelen. Ja. En dat is dus een risico. En wat je dan eigenlijk moet doen, is hier kijken: Oké, okay, moest ik die all-ins toch doen met die slechtere handen? Hoeveel zou dat verliezen? Je mm -hmm. ziet hier: die all-ins, eigenlijk valt dat wel mee. Als je een aas uh, ja. hebt, of, of twee hoge kaarten, of een pocket pair, valt een hoog pocket pair, valt er eigenlijk nog wel mee. Dus die fout is niet super groot. Maar mm -hmm. als je wel 100% gaat jammen, bijvoorbeeld 10 bier offsuit, dan zit je toch alweer op min 2 dollar. Um, de 9. 8 of zo, dat wordt wel eerder gedaan, denk ik, in de praktijk. Dus hoeveel is dat ongeveer, negatief? Anderhalve, min anderhalve dollar. Oh. Um, ja, en je ziet, het is moeilijk om die terug te winnen, want je denkt, ah, oh, min anderhalve dollar, dat is maar een klein percentage van een buy-in. Mm -hmm. Maar als je hier wel Ice king hebt, is dat maar plus anderhalve dollar om naar te jammen. Allee, ongeveer, plus de 2 dollar. Is huge. Dus eigenlijk... Om ze terug ja, te winnen is veel moeilijker dan ze te verliezen. Inderdaad, de, de upside is vrij laag ook. Zelfs aces hebben is niet super profitable hier. Ja. Dus, het, het heeft gewoon niet veel zin. Je wint 4 dollar als je hier aces hebt. Alle factoren meegenomen. Hè. Ja, ja, dat ze, dat ze wel dat ze kunnen callen of kunnen folden naar u en dat ze iets te loose kalen eigenlijk. Ja. Dus uh, ja, 4 dollar met aces, uh, maar wel min anderhalve min dollar als je, als je toch 9, voor zou, een hele ja. wide jam range zou gaan hier. Ja. Voilà, dus dat was uh, de hand. Maar je bent zelf een beetje in de meeste, eigenlijk. Ja, dit was wel de meest spectaculaire. Omdat we. Ik heb de handen zo opgebouwd dat we altijd dichter bij de bubbel zijn. Dus nu waren we redelijk dicht bij de bubbel. Als je echt op de bubbel zit, ja, dan komt er nog. <laughs> dat is, dan zit je eigenlijk in een gelijkaardige situatie altijd. Ja. Uh, 100% jam, alleen maar ace scalen of niks scalen. Zoiets is de dynamiek dan van het spel eigenlijk. Uh, en natuurlijk de reële dynamiek is dat je, je heel hard moet aanpassen aan. Wat had je verwacht van je tegenstanders? Ja. Ja, je eigen antwoord iets minder belangrijk. Ja, ja inderdaad. Oké, okay, we zullen nog uh, rap één handje behandelen en dat is de WZP Main Event Bubblehand. Uh, ja. Ik heb niet gebubbeld, uh, maar... Uh, dat was beslissing juist. <laughs> ja, dat is een goede vraag. Dus de situatie is zo, we zitten op de Main Event Bubble, 1300 plaatsen betaald. Uh, we zijn nog met 1330 ongeveer, dat ik me kan herinneren en dat ik ook in mijn handy streets heb opgeschreven. Mm -hmm. uh, dus echt wel, ja, procentueel gezien is dat echt bubbel, bubbel, bubbel. Eh? Cool. Ja, bijna Stone Cold <laughs> Bubble. Uh, want procentueel gezien van hoeveel dat er betaald is, is dat heel dichtbij. De um, average stack op dat moment was ongeveer 50 big blinds. Mm -hmm. Dat is heel diep. Ja, dus dat is een mooie nice. structuur hè? dus ja. iedereen kan nog uh, alle diepste stacks kunnen nog goed spelen met elkaar uh, maar ik zat redelijk short. ik zat dan op 15 16 big blinds op dat moment mm -hmm. uh, en ik zit in de small blinds en uh, er zitten aan tafel redelijk qua big stacks zeker in de middle positions in deze uh, in deze setup ja. uh, in deze hand en uh, een van die middle position spelers die opent uh, van zijn 60 big blinds stack of zo gewoon iets boven average. Uh, het valt tot mij en ik heb ace king in de small blinds met 16 big blinds en de vraag is wat doet hier? <coughs> wat zou jij doen? Dat is nu wel een spot dat ze ik... dus even gaan nadenken, maar ik ben, ik zou er wel kunnen folden. Omdat, je hebt nog 16 big blinds, dat is nog, het is niet goed, maar je zit nog niet echt in de ultra gevaren als je zo dicht bij het geld zit. Het zou te zien zijn wat ik van die andere mensen al heb gezien, hoe ze in place waren. Ja. Afhankelijk de, daarvan, meer de call. De dan... spelers die met de big stacks waren redelijk loose. Ze waren wel met elkaar aan het spelen en zo. Ja. 3 betje 4 betje uh, check race, flop, race op de dus Ze waren wel met elkaar aan het spelen. Ze een extreem loose kant moeten gaan. Niet gewoon standaard loose, maar ah, ja. echt miniacal loose voor ik die calls aan maken. Ja, echt, maniacs ik. waren het niet. Ze waren wel berekend, waren wel degelijke spelers. Mm -hmm. Ze wisten wel dat ze tegen elkaar. Een beetje konden uitdagen, maar ze, ze, waren ook niet, ze gingen ook niet al in gaan op dat moment. Dat ging, ja. allee, ze gingen niet ervoor zorgen dat ze mm -hmm. ergens uh, met een zwakke hand tot al in op de river gingen gaan. Dat gingen dat ging ze zeker niet doen. Ik hebben wel een blazer, maar op dat moment... in dat toernooi, <laughs> Op dat moment. Ja, denk dat zou Ik uh, misschien wel niet de ballen hebben om te schuiven. Ja, ik denk dat veel mensen <laughs> hetzelfde denken als u. Ik denk dat er heel veel mensen zelfs ace's zouden vallen op dat moment. Ik denk dat er zelfs ace's zijn gevallen. In die spots, ja. ergens in de ja, room Ik het uh, wel, moment. je kunt zeggen van, hoe kun je nu aces folden, maar op dat moment, voor dat geld... In de satellite blijkbaar, <laughs> maar... Uh, ja... Ja, het is, het is inderdaad, wel... het gaat over redelijk veel geld, en ook een belangrijk... Uh, kan niet terkool. zeggen dat dat in een kleiner ja, toernooi een hele waarde ook uh, van het toernooi Ja, natuurlijk? zeker. In van een kleiner toernooi, bijvoorbeeld hier, een clubtoernooi, of in namen ah, zelfs. ja, Ice King had er in zo in 300 en 300 tot de 500 euro baaien. Ja. Dat is weg hè. maar... Net in die buy-in range. Mm -hmm. Ik weet niet hoe het verschil mag maken. Nee, de hoogte niet, ja. eigenlijk niet, nee. Tenzij, andere, tenzij je andere acties verwacht van je tegenstanders. Maar als je exact dezelfde acties verwacht, ja, dan moet de conclusie eigenlijk exact hetzelfde zijn. Ja. Ongeacht het bedrag dat eraan vasthangt. Klopt. Dus, uh, maar inderdaad, we hebben vorig jaar ook de vraag gesteld aan verschillende mensen. Wat zou ik doen met Aces op de Bubble? Want Main event, ja, ik weet nu mijn antwoord. Uh, ik zou zelfs mijn Ace King uh, nog ingaan. Mm -hmm. En uh, Ace King was niet de ene stand, ik ging al ingaan gaan. Ik ging zeker met Ace Queen nogal in gaan. Ik ging zeker met nog nogal in gaan. Uh, ik was wel bereid om. Uh, ik ben wel blij dat het Ace King was. En niet dat, ja. niet dat dat niet Ace Queen of Ace Jack was. Want ik was wel blij dat het Ace King was. Dat ik uh, open draaide daar. Maar, uh, ja. maar laat zeker in de comments weten wat jij zou doen in die spat. Welke handen zou je nog uh, al ingaan Of mm -hmm. zou je andere strategie hebben? Zou je binnen ja. Zou je nog rarer beginnen? Doen, uh, min klikken en dan vol of min klikken razen. Allee, ja. er zijn nog opties, hè? Dus, uh, Zeker. Uh, maar voor mij was de enige optie op ja. dat moment, strategisch gezien, uh, all in of false, uh, met eender welke hand ik had. Uh, ik denk dat het weinig nut heeft om te call op dat moment, omdat je ja. gewoon, als je callt, zit je echt in een heel slechte situatie, ook postflop. Dat ze ja, gewoon, kan man. gewoon blijven druk zetten. Hè. Je ja. kan gewoon bed, 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 klein, klein, best. klein en, en je moet zelfs. Misschien slechte top-pairs beginnen te falen als het al ingaat. gaat. Hè. Als Op een je een wil wilt je het preflop flopper in krijgen. Dat is wat de conclusie, denk ik. Ja, en je wilt gewoon, eigenlijk, mijn hoofddoel was gewoon de blinds spikken, Natuurlijk, ja. ik wou niet gekaald worden, maar ik had wel een goede hand als ik gekaald werd. Dominated een deel van zijn range, zeg ik, ja. wat is Queen, King, Queen, Soerut, uh, wat het? Azen. Ja. Uh, nou, in het slechtste geval had ik mijn pocket-pair dat hem ging callen. Dan is 41, dus... 49... Eh. Ja, dat wilt, dan je, is dat altijd wilt een flip. Dat wil je toch niet? Uh, ja, dat wil je niet. Maar langs de andere kant... Als ik de dag, in dag 4 was geraakt... Met, als het dan toch een flip was geweest, dan had ik die gewonnen. Ik was in dag 4 geraakt met 30, 35 big blinds... in plaats van 12, 13, 14. Dat is, een dat is wel een, Dat was voor mij wel een groot verschil geweest, denk ik. En ik denk dat dat voor veel mensen wel zo is. Uh, dat gaat, dat pakt ook de mee waarde al. daarvan is echt Huge. gigantisch. En ja. daar realiseer ik me op dat moment ook wel van... De beslissing was vrij snel. Alleen, mm -hmm. ik was tijdens dat de handen bezig waren al aan het nadenken. van... Oei, oei Als the... de spot komt, wat, als de, de bubbel al in er moet ja. komen, wat ga ik dan doen? Dus ik was wel alweer bezig ook. Er yep. uh, was al een plan. En, uh, nee, ja, er was een plan. En het plan bestond al voor ik naar Vegas ging dus, Maar inderdaad, uh, als je dingen meeneemt, van ik ga doorstoten de volgende dag, moet je ook al je rekening nemen nu. Dat ja, ja inderdaad. Het, het toernooi ook... stopt niet op de bubbel. Het nee, gaat nog nee. verder en het gaat tot... Het gaat, nog, vijf en... dagen, of nee, het gaat nog tien dagen verder misschien ja. uh, of zoiets. Uh, het gaat over miljoenen. Dat ik totaal niet... Toen ik net de vraag stelde van... king king final day. Had ik nooit niet de connectie al gemaakt. Maar wat als ik doorstoot naar die ja, Oh ja, je ziet. Dat is ook... Dus... De waarde van uw hand ligt niet alleen in uh, het stelen van de blinds. Maar ook... Nee. Toch gekald worden en winnen. Ja. En ja, je hebt toch natuurlijk de downside. Toch gekald worden en verliezen. Mm -hmm. dat, is de, dat is één ja, scenario. De twee, maar... maar dat is niet dat is waarschijnlijk zelfs niet het meest waarschijnlijke scenario. Het meest waarschijnlijke ja. scenario is dat er gewoon je de fold. Big Blind fold, fold de opener fold. En je pikt de blind, dat is eigenlijk het meest ja. waarschijnlijke scenario. Als je blinds operatie, zit is zeker in het geld. Ja, dat, die, dat had ik ook wel wat ja. uitgerekend. Ja, de blinds gaan nog een aantal keer rondgaan. Het ging vrij traag, maar aan onze tafel spelen ze wel redelijk vlot door. Uh, er waren niet echt veel shorts die begonnen tanken of zo. Dus ja, ik zag wel, oké, okay, ik ga wel een paar keer blindstack moeten betalen. En om niet degene te zijn die dan met drie, vier big blinds op de big blind zit, op de bubbel zelf, ja, ja, he, echt de wou ik wel effectief ooit. nog ergens een steel doorkrijgen. Ja, natuurlijk, als je geen hand krijgt, nee, dan ga ik dat niet forceren. Niet. Maar als ik de hand krijg, dan ga ik, het wel de nee. ga ik ze niet laten liggen. Dan, uh, ik zou mezelf nee. echt, als ik die opportuniteit laat laten liggen, dan zou ik echt. Allee, dat zou ik echt niet te ver geweest zijn met, met mijn spel daar. Uh, maar dus, de hand heb ik ook gerund. Et voilà. voila, hier zien we de acties. Um, ik ga eens kijken, ik denk dat het de hijack was die geopend heeft. Tja, normaal zou ik dat moeten kunnen terugvinden. Normaal kan ik de stacks terugvinden. Dus Hij hijack inderdaad heeft hier 60 big blinds gekregen van mij. En ik zit hier op 16 big blinds. En de big blind na mij die was nog iets shorter dan mij. Mm -hmm. Nee, maar die was wel vrij tight. Die was mm -hmm. uh, voor de, de money aan het gaan. In de de uh, money. 100% weet equity van die jongens. Mm, die 100, <laughs> maar wel uh, Ace ging die niet gevolgd, hebben, nog niet. En ik denk queens misschien ook niet, kings. Want ja, mm -hmm. maar, maar wel die ging niet hebben <laughs> met pak 2 daar, well. of met ace queen, uh, als ik daar al in was. Dus mm -hmm. uh, gewoon tijd, maar nog redelijk. Dus oké, de hijack. Wat zou die volgens de Sim moeten spelen? Die zou vrij agressief moeten mogen gaan. 33% van de handen, dat is meer dan je normaal. Je ziet, het is niet helemaal gesolved. helemaal gesolved, maar je kunt ervan uitgaan dat hij wel al die handen zou kunnen spelen. Je ziet ook, handen gelijk A's 2 is beter dan handen gelijk Poker 3 of 2. Als je een A's hebt... Als is de dynamiek een beetje, want die zitten nog wel bij Big Stacks, dat er veel getriewet wordt. En heel veel van die tree gebruiken een omdat je dan zeker geen is of, of. geblokt. Ja. Uh, ace King, ja, dat je die blokt. Dus als je die kunt openen, dan is de kans dat je getree wordt kleiner enzovoort. Dus de, en de uh, train is vertrokken, ja. ja vast elkaar, ja. Ja. Uh, en ook de kans dat er iemand calls of verder speelt, gewoon algemeen is kleiner. Dat je de blinds wint is kleiner, dat er iemand al in gaat op je is kleiner. Dus ja. dat is wel positiever om dat op dat moment ja. op de bubbles en zo en ook in satellites. om meer handen te spelen met. Uh, Goede blokkers, in. een naas of twee Poling's hoge kaarten, ja. twee hoge kaarten hier, uh, beter dan twee lage kaarten op dat moment. Ja. Uh, wat gebeurt er dan na de hijack? Ja, we zullen net skippen naar mijn actie. Dus je nee. ziet, ik heb de optie gegeven voor mezelf om te kwalen, maar de solver houdt er niet van om de reden dat ik net heb vermeld. Kwalen is niet echt een ding daar, ja. gewoon omdat dat een onspeelbare spot is. Je moet ik gewoon inbellen? Oké, okay, call hier met mijn ace jack, ace queen, queen jack soort, pocket neges. Komt een board, krijgt een kleine bet. Wat doet je zelfs als je met ace jack na zit? Oké, okay, ene ja. bet, call. Turn all-in of turn tweede bet en dan river all-in. Ja, gaat je dat all-in betalen Het hele, of niet? Leuke spots. Nee. Dat, is, dat is heel moeilijk inderdaad om te weten wat je daar moet doen. Daarmee in mijn hoofd was mijn strategie al zo ongeveer dit. Mm -hmm. nu, ik was wel nog redelijk verbaasd van hoe loose het is. Ja, uh, in mijn hoofd so was het Ace Jack zo wat de, de meet meta ging doen. Uh, en pocket sevens, denk ik. Uh, deze zijn natuurlijk altijd handen die je wel wilt. Omdat als die gekekald worden, hebben die vrij veel equity. Zelfs tegen een gewone naas heeft King Jack Soer het wel. Mm -hmm. redelijk. Ook tegen een pocket pair, heeft hij redelijk veel equity. Uh, dus dat zijn altijd interessante handen. Interessanter dan bijvoorbeeld ja, die het die ja, Azen hier. Zo. Uh, dus dat is een beetje contra-intuïtief, maar de D had ik ook nog wel gevonden denk ik. King, queen, king, jack, queen, jack. Ik denk jack. dat mijn uh, lijn tot bij achtjes zou gelegen. achtjes is zo achten, wat de... En, al maar jij zou geen ace-king... Dat uh, had net gezegd misschien... Nee, nee maar als ik het als ik nu het zo nog zie, ah, ja. wat ik zou moeten doen, zou mijn, mijn ja. persoonlijke lijn op de achtjes liggen. Ja? Dus het gaat tot de zes en... We kunnen eens heel rap nog... kijken wat de bubbelfactors zijn, dus in welke situatie dat we juist zitten. Dus voor de small blind, hè? small mm -hmm. blind tegen ja, eender welke andere speler, Highjack, maakt niet uit. Yeah. Behalve dan de big blind. 1,9. Dus dat is eigenlijk klassiek wat je verwacht in een bubbel. Um, mm -hmm. Voor een uh, short stack tegen een, tegen een oh, veel grotere stack. Um, dus het is niet to Infinity ont Je ziet duidelijk dat we nog handen kunnen spelen. Yeah. Uh, want we gaan. Wat ook belangrijk is, is hoe, hoeveel risico dat de, dan de Open racer, dus de hijack in dit geval, tegen mij loopt. Je kunt ook eens kijken. Jack tegen Small Blind, die speelt mm. 1,05 wat is dus heel laag is. Dus die speelt eigenlijk tegen mij alsof het hem in het begin van een toernooi speelt. Yep. Dus als je ziet, uh, je hebt die range, kan die exact spelen. Oké, okay, ik heb met deze hand zoveel equity, dus ik, kan, ik moet maar 1% %je bijtellen en dat kan ik exact. callen. Dus ik word vrij loose gecalld, dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom dat we het hier toch nog redelijk tight mm -hmm. uh, houden. en niet. Ja. Als het enkel op de chip zou gaan en, en ik dit risico niet zou lopen hier, dan zou ik veel, veel wider kunnen ja. jammen. Hè? Uh, nog wat off handen, nog wat azen, nog wat pocket pairs. Misschien zelfs elk pocket pair, nog wat soered handen. Ja, Zeker soered azen zouden erbij komen dan voor mij. een Dus dat is wel een queen, er redelijk verschil. Uh, mm -hmm. zelfs, al ben ik, uh, zelfs als ik nog niet de uh, all-in Ik heb ik hier nog, nog altijd kans dat iedereen volgt en een grote kans zelfs. Uh, ja, en wat moet leren. er dan gebeuren na mij? Big blind moet dit doen, Jax plus Ace King. Ik denk dat hij zelfs nog iets tighter zal zijn. Jax zal die misschien vallen En Ace King dat was ook misschien, misschien short -stack. ook die andere ja. soort sec. Ja. Uh, maar Queens bijvoorbeeld denk ik niet. Uh, en wat moet de hij dan doen ja, nadat hij geopend heeft, gezien enkel de handen in Twit dat hij nog maar geopend heeft. Mm -hmm. Toch vrij tijd zijn. Waarom? Ja, ik jam nog altijd mijn 16 Big Blinds. Dat is redelijk uh, redelijk veel. En hij mag wel gewoon call, maar ik, ik, ik zit maar ook met een tight range. Hè. Mijn laagste ja. hand is pocket 6. Ja, die kan moeilijk pocket 4 beginnen callen, want dan is die dominated door al die hogere pairs. Dus voor hem is 7, zowel de bottom en ace 10. Ja. Uh, maar ik denk dat hij zelfs ace 10 of King Winters uh, zou vallen. Range. Ook een beetje uit respect misschien uh, voor mij, omdat het wel een beetje een joviale tafel was. Om ja. niet echt die super tin. Die zou men nooit te loos gecallen hebben, denk Kunnen ik. Kunnen we eens naar u naar dingen gaan, Dennis? Misschien dat je. Wat ik moest doen, ja. Dus daar heb je 12,2%. Ja, en hij is heeft 8 of zo. Negen, top 9%. Ja, ja. Dat wil niet zeggen 9% van de tijd, dat is meer dan 9% van de tijd. Hè. Dat is 9% mm -hmm. uit de 33 dat hij heeft geopend. Dus eigenlijk 1 ja. 2 op 3 dat hij valt. Uh, dus 60%. En dan ook nog 8, oh, 9% ja. kans dat, dat de Big Night het valt. Moet je daarbij tellen dan. Um, dus 2 ja, kansen op 3 dat ik de blinds ging pikken. 1 kans op 3. Dat je koud geworden waarschijnlijk ietsje minder. Want ik denk dat ze wel hoe wijd aan het openen waren op dat is moment. Gekre, twee keer Ace King, tegen de goede satellite, dan er echt voor ja. harde min cash. Ja. En dan je toch we kunnen eens kijken, spelen. kijken, uh, de mensen daar toch zouden argumenteren om Ace King te volgen, was ze laten liggen. Want dat was ook mijn grootste vrees. Je zit in een tienkaternooi, elke fout dat je maakt, zeker op een belangrijk moment, zoals een bubble of een ja. final table, uh, is veel geld waard. Of Big Stack mm -hmm. tegen Big Stack bijvoorbeeld voor een grote pot. Zie ik daar staan. Als ik win, uh, als ik, ik bedoel, als ik gewoon jam, ja. dus gewoon uh, even mijn stekstje in het midden gooien en de driehoek toegeworpen krijg van de dealer, verdien ik 3.300 dollar. Dat is een derde van een buy-in. Mm -hmm. Dat is sowieso al belachelijk veel geld voor één ja. actie mm -hmm. op dat moment. Uh, het is natuurlijk een 10K. En dat is ook nog altijd een derde van een buy-in wat ook belachelijk hoog is voor uh, één actie eigenlijk. Yep. Dus een derde van een buy-in laten liggen, dat is echt, ja, als ik daar zou gevolgd hebben, ik zou dit achteraf zien, zou ik echt mezelf nee, mm -hmm. van mijn kop slaan. Uh, ja, dat, is, uh, dat, is, uh, dat zou ik echt niet oké okay gevonden hebben, als ik die fout zou gemaakt hebben. Dat is mm -hmm. een fout van 3300 dollar, dat je dat maakt. En voor de mensen die denken Ace te vallen daar dat gaat dan al tegen de zevende aan. Toen laat je gewoon laten liggen op tafel. Stubbe. Dus Weet mijn advies zou zijn bij. short stack, echt short stack, hè, want de average is 50 en ik heb 16, dat is maar een derde van de average. En je moet short stack, mm -hmm. short of big, moet je altijd vergelijken met de average eigenlijk. Short stack op de bubble in een spot waar je kunt stealen nog, waar het er nog folds zijn. Dit is gewoon een dream spot om, om je stack even ja, aan te vullen alleszins ja. en, en in het beste geval uh, te verdubbelen, mm -hmm. want Je moet goede je goede handen volde kost je geld. Ja, maar je laat letterlijk 7.000 dollar liggen. Ja. Dus dat is, ja, dat is crimineel ja, dat dus je aces foldt. ik mensen hebben die zeggen ik ga het hier volgen, want ik wil in het geld geraken. Ja, ja. Maar, maar in C moet je dus altijd... Je, kunt, je, hebt, je hebt sowieso een goed verhaal, hè, of als je al ingaat, gaat. Als ja. je foldt... Zou je dat zelfs vertellen aan een vrienden? Ik heb Ace's geval. Ik weet niet hè, dat ik daarmee zou afscheppen. Maar als je alleen gaat en je verliest met Ace op de bubbel, dan heb je nog altijd een goede verhaal. Allee, ik bedoel, ja. Je verhaal stopt wel daar, maar mm -hmm. Allee, mijn verhaal was ook snel gestopt op dag vier. Dat was niet, ja, ja. <laughs> dat was niet veel langer mee. Nee, maar het was gehaald, dus, hè? Uh, he, dus... Ik heb het wel gehaald. Ja. Dus, uh, dat is een mooie bonus natuurlijk. Dus je hebt de correcte play gemaakt. Ja, en uh, het is zelfs nog iets wijder dan ik dacht. Dan mogen we mogen dus tot Astien af gaan. Atien af, ja. Zelfs Astinov is nog een redelijke hand. Nog 300 dollar. Nu ja. Dat is misschien al tegenover over de ja. baaien. Maar Ace Jack zou, nu nadat ik dit zou zien, zou ik Ace Jack nou te laten liggen. Uh, hier zit je natuurlijk ook die, die soort handen. Ja. Die zijn allemaal uh, in, in dezelfde beurt van die 300, 400, 500 dollar. Ja. Um, dus die hoef je niet per se te nemen. Ja. Dat snap ik ook als je dat niet vindt. Kunt uh, maar zo'n goede pocket pair, daar straks we gezegd, ja, ik zou waarschijnlijk 9's en Ace Queen wel sowieso gedaan hebben. Dus dat zijn inderdaad wel de, de stevige, maar Ace Jack is ja. bijvoorbeeld al even sterk als 9's als hier. Ja. Dus al meer dan 1000 dollar gewoon door te jammen en de blinds, vooral de blinds te picken eigenlijk. Dus mm -hmm. voilà, on that note... Never full basic uh, on the ja, inderdaad. behalve in set Lights, always full basic on the lights. <laughs> dus, uh, we hebben hier twee uiters te gezien eigenlijk. Heel ja, leuk. Uh, om een beetje een idee te geven wat er allemaal mogelijk is in pokerstrategie. En uh, dat je altijd kunt bijleren, want dit zijn allemaal dingen. A minute to learn, lifetime to master. Ja, inderdaad. En <laughs> uh, geen gemakkelijk geen spelletje. Nee. Uh, zo, dus, uh, dat was een vrij lange episode, maar we hebben wel veel kunnen behandelen. Ja. Uh, ja. Ik zou zeggen, nog... uh, voor de mensen die nog de Qualifiers gaan spelen, veel, veel succes. succes. Ja, inderdaad. Het als het als nog... je zo naar Vegas komt en gewoon de dailies komt meespelen, ook veel succes. Ja, stuur een berichtje. Laat zeker iets een weten. Kunnen we wel ergens. Uh, ene gaan eten en gaan drinken. Ene gaan eten, wandelen gaan we niet doen, het is heel te warm. Ik heb zien hoe onze wandelings gedoen. Ik heb vandaag mijn dollars besteld en tot mijn ja. grote consternatie ook gezien dat ik geen shorten heb. Dus, uh... Geen shorten, I... nah, dat shorten. Begin de zomer nooit shorten aan man. Nooit. Oei. Een ja, heb ik wel. Ah. Uh, ja, naar mij op de strip rondlopen. lopen. Maar ja, dat zwembad. We hebben een zwembadje in al, uh... de Airbnb. Dus, ja, ik heb het gezien. Ik heb het zal, gezien. Uh... Maar de temperatuur moet wel zelf zijn, want ik heb al gezien dat het naar de 40 graden ontgaan is. Het ik ben water. vandaag vandaag al aan het zweten, <laughs> dus. Daar ben ik schrik voor, voor die hitte. Ja, in het zwembad en dan terug binnen in de derk hoor. Ja, hydrateren. Ja, okay, ja dat zijn weer praktische zaken voor de volgende aflevering. Ja. Als je nog vragen hebt, laat ze gerust weten in de comments. We behandelen dat zeker nog. We hebben zeker nog één aflevering dat we gaan doen voor we vertrekken, denk ik. Ja, nog interview met de winnaars. De winnaars zit er nog ergens. De winnaars in. die we eens gaan uitnodigen. Hier. Ja. Dus. En ik denk dat we zelf ook wel updates gaan posten, een keer dat we daar zijn. Ja, we gaan volgen, wel een manier zoeken om, uh, om te iedereen mee te laten volgen. Hè? Ook de mensen dat steken en zo. Ja. Dus, goed. Voilà. goed. tot de volgende keer. Tot de volgende. Yo.